schiet de 2-1 binnen voor Roha Leuven. Oh, Toma Leijzen. Formidabel is het wat Leijzen hier pakt. Singy, een paar overstapjes, het schot voor het Singy, de goal! De goal voor het Singy! Leuven blijft in de hoogste klasse! Welkom beste vriendinnen en vrienden bij De Dreef, de podcast voor iedereen met een hart voor Oud-Heverlee Leuven en ook zonder. Ik ga hier vandaag alvast de minst aangename stem hebben, want ik zit hier met twee klokken van radiostemmen. Thibaut Reinaerts, beter bekend als DJ Voltage en onder meer elke zaterdagavond te beluisteren op Q Music, maar ook OHL-fan en huis-DJ, mag ik wel zeggen ook. Klopt. Ja. Hallo, dag Thibaut, hey, ça va? Goed, met jou? Verloren van dit weekend, maar goed, dat kan wel gebeuren. Ja, dat wel. En ik ben hier ook met Glenn Martens, neutrale sportjournalist, onder meer te horen als een van de meer swingende stemmen op Sportza Radio. En best ook veel op de Dreef gestationeerd dit seizoen in barre tijden, met bijvoorbeeld thuisnederlagen tegen RWDM. Maar ook de stem bij wat in de toekomst zal ingaan, het InSingy-moment. Welkom, Glenn. Ja, dank u. Wat een eer om de intro vermeld te worden. Voilà. Ik ga meteen een bruggetje maken ook al, want ja, het InSingy-moment, OHL, KV Mechelen, ondertussen nu al 2 weken geleden. Maar het blijft wel bij. Ik heb zelfs gehoord van veel supporters het mooiste moment in 22 jaar OHL-geschiedenis. Wat denken jullie daarvan? Hoe hebben jullie dat beleefd? Het is natuurlijk wel... Je voelde die spanning al heel die tijd en op de een of andere reden, ik vond ook dat de mensen wel heel negatief waren over als de playdowns werden. Mm-hmm. Terwijl ik dan denk, goed, je hebt toch een voorsprong. Je hebt waarschijnlijk ook wel de beste kern van de andere ploegen. Maar die angst om te degraderen was na zo'n seizoen zo groot. En natuurlijk ook, het kan ook niet mooier zijn. Het is al een beetje een streekderby, beladen wedstrijd. En in de 92e minuut, dat maakt het natuurlijk ook. Want als dat doelpunt valt in minuut 10, dan zal niemand zeggen dat dat het moment is. Ook al is de uitkomst hetzelfde. Maar ja, ik heb het toen ook in een reportage gezegd. Ik denk dat Leuven echt zich opmaakte voor een geweldige feestnacht, als waren ze kampioen geworden, want zo voelde dat wel in het stadion. Klopt, ik was wel zelf thuis aan het kijken, maar ik voelde daar al de spanning van in het stadion. Maar echt het mooiste moment om dat te noemen, omdat je je redt in eerste klasse, vind ik misschien wat heel hoog om te zeggen. Maar het is natuurlijk wel zeker ook, hij heeft een vlotte counter, het begint van achteruit. Het deed me zo aan België-Japan denken. Ja, die laatste minuut, echt de allerlaatste aanval, exact 92e minuut was het ook, denk ik. Ja, dat is mooi. Seconde, ja, voilà, dat is mooi. Het mooiste moment om dat te zeggen vind ik wel al speciaal. Maar het was wel echt uniek, dat wel sowieso. Ja. Nu, ik weet ook niet zo goed, de titels van Leuven, is dat met een doelpunt de laatste? Ik denk het niet. Hè. Ik denk dat die eerste promotie dat vrij lang aangekondigd was. Dan de tweede keer... De voorlaatste wedstrijd was dat, ja. Een wedstrijd op Eupen, denk ik, nog ergens. Ja. Onder Jacques Mathijssen. En dan corona. En dan de laatste terug was zelfs niet eens was een overbodige wedstrijd. Dus in die zin kan ik wel snappen dat het moment is, omdat uw vorige hoogtepunten misschien niet in één moment te gieten zijn. Maar het is toch altijd mooier als je een wedstrijd wint om te promoveren dan u te redden als... Ja, dat sowieso. Want vergeet het niet, een paar jaar terug, het seizoen dat Leuven gedegradeerd speelde in de, ja, toen nog 1B of tweede klasse, hoe dat ook toen ook heette. En ze speelden thuis tegen Lommel. En als er verloren werd, dan zakten ze naar derde klasse, eerste amateur. Mm-hmm. Maar toch heeft dat nooit echt zo'n bepaalde draagvlakte gekregen, wat deze match gekregen heeft. Terwijl ze ook toen het behoud, weliswaar een tweede klasse verzekerd hebben. Dus ja, het was ook uitverkocht natuurlijk, het stadion. Dus er waren wel heel wat elementen die meespeelden om dit nu een hoogtepunt te maken. Maar het mooiste moment, zoals Thibaut zegt, ja, erin blijven mag toch zeker van ploeg als Leuven niet. Ja, zeker met de kwaliteiten die je dit seizoen had in je kern, was er veel meer verwacht. Er is ook een paar jaar geleden zijn er verwachtingen uitgesproken. Als je dan nu gaat kijken van, we hebben nu echt moeten spelen en een doelpunt moeten maken om je te verzekeren van behoud in eerste klasse. Ja, als je dan naar die kern kijkt, dan vind ik het wel jammer dat zo'n moment er is moeten komen. Zoals. Ja, en het is... Het was ook die slotfase. Dat zal misschien ook wel meespelen. Ja, het was een duur... Ja, het was crazy. Dat je op het hoogste niveau niet ziet. 4 tegen 2, 5 tegen 2. Het was chicken rush, hè. Was ja, echt... voilà. Dus dat speelt allemaal wel mee in die emotie, denk ook. Ik. Ja. Die dribbel van een InSingy. Ik heb nog nooit in een stadion zo hard de ja, zo de verwachting, maar ook zo. De helft van het stadion zei van, ja, speel af. De andere, ja, schiet maar. Gaat zo een moment van... Ik had wel, het moment dat hij die dribbel begon, wist ik, het is prijs of zo. De beweging die hij maakte en
dan weet je, als je dan op doel trapt en het is in het kader, ja, die gaat ook gewoon keimooi binnen. Hè. Ja, alleen bij een Sinky op doel trappen zelf, het zou wel eens erover ja, kunnen zijn. Dat, of toen was het de cornervlag. Dat, ja, die had echt wel een goed schot op zich. Allee, ja. Allee, hard. En, ja. Ja, maar toch ook weer weinig efficiënt, wat trouwens bij veel spelers bij Leuven een probleem is. Maar die dribbel, die overstappen, dat doet hij vaker. Hè. Het is echt wel van links naar binnen komen en dan uithalen. En ja, hij probeerde het volgens mij ook tegen Mechelen afgelopen week. Dat is dan misschien de uitkomst die wel vaker voorvalt. Dat geblokkeerd wordt, ja. En ook net voor de dribbel, hè, de pas van Schrijvers was het. Ja. Ja, ook heerlijk. Hè. Gewoon, ik zeg het, deed me daarom zo denken aan België-Japan toen. Het ging heel vlot, ging snel, direct goed kijken. En ja, die laatste pas is dan... Dat begon ook met een uitgooier. Was het. Ja, voilà. Ja. Ja, de rol van Tobe Lijs daarin ook niet te onderschatten. Wat ik wel cool vond in die dribbel van Nsingi, is dat hij zo ergens lijkt te pauzeren. Zo nog zo midden in dat strafschopgebied stopt hij zo even zo. Maar het begon inderdaad... Dat wachten, hè. Ja, zo van oei, wat moet ik nu doen? En dan knal. Maar bij Tobe Lijs begon het inderdaad. Ja, hij houdt die bal ook nog binnen. Dat is, en iedereen had ook zoiets van trap uit, want hij heeft een goede trap, hè. Maar hij rolt die gelijk in een bowlingbal zo'n beetje. Zo. Alleen nog wel knap gedaan. Hij heeft gewoon echt een goede uitgooi. Ja. Hè? Want dat is vaak zoiets. Ik kan me er soms aan ergeren dat je dan van die keepers hebt die dan gewoon zonder een deftige traptechniek blind die bal naar voren trappen. Je hebt nog maar een paar seconden. Ja, terwijl uiteindelijk, als je een bal uitgooit, zeg je zeker dat je. Je hebt sowieso die eerste meters ook nog. Dat je de verdediger in principe. In dit geval was het nu al anders. Nog meters kan maken om een deftige voorzet te trappen. Dus ik vond dit ook gewoon veel slimmer dan wanneer je die bal blind naar voren gaat dan een duel krijgen. 9 kans op 10 verlies. Ja, waar ook de kwaliteit niet voor hebt van voor om echt die bal bij te houden en dan aan te sluiten. Ik denk dat je inderdaad moet beginnen opbouwen of daar proberen inderdaad een Schrijvers te zoeken die wel snel het spel kan verleggen. Want dat is ook wel een kracht van Schrijvers. Hè. Dat inderdaad, spel daar verleggen en dat viel me dit weekend ook wel. Dat zou er op zijn minst zijn kracht moeten zijn. Misschien dat er iets te weinig uitkomt, maar dit keer deed hij het wel goed. En dat is... Ja, eigenlijk heb je hier 3 spelers die misschien op alle 3 op dat moment... echt het beste van zichzelf hebben gehaald hè, om dat doelpunt te kunnen maken. Ja, dat is wel, het was niet alleen die 3, want er waren nog wel wat fases in die wedstrijd waar er een aantal spelers echt wel goed waren. Maar ja, was het eigenlijk verdiend? Of had Mechelen meer verdiend? Dat is moeilijk om te zeggen. Ik vind het moeilijk om te zeggen, omdat het ook een wedstrijd is die... Ik kan me die nog wel goed herinneren, voor een stuk, maar ergens, omdat er zoveel over en weer gegaan wordt, dat je al moet nadenken wie had nu eigenlijk welke kans, want het is ook een wedstrijd. En dat is misschien wel opvallend, waar dat er niet bijzonder veel grote kansen waren, ondanks de ruimtes die dat er wel waren. Ja. Maar ik denk, ja, Leuven koppelt op de paal eerste helft, Slimani tweede helft, dat waren zo wat de grotere kansen. Dus verdiend, ja. Vooraf werd je van 1 wedstrijd die speeldag zeker die niet op 0-0 ging eindigen. Dat was Leuven-Mechelen, want daar had geen 1 van de 2 iets aan. En toch leek dat dan... Ja. Er stond veel op het spel en dat merkte je ook wel in die wedstrijd, vond ik. Dat was allebei zo van moeten. Ja. En dat kan dan enerzijds leuk geven aan de wedstrijd dat er veel spanning is, maar dat kan ook wel zo wat op slot zitten daardoor. En ik had meer dat tweede gevoel bij die wedstrijd. Ja, want ik denk de neutrale toeschouwer tot minuut, laten we zeggen 60, zal zich niet echt geweldig goed geamuseerd hebben. Nadien wel. Maar de eerste 60 minuten, als je niet die spanning hebt van Mechelen, play of 1 of Leuven, play downs, ja, dan denk ik... En heb ik wel vaker dit seizoen gehad in Leuven ook wel, om daar even kritisch op te zijn, heb ik vaak zo'n beetje op mijn honger gezeten, die eerste 60 minuten... Ja. En afgelopen weekend ook, Leuven's kwartiertje begint dan. Ja. Dan begint het wel te vlot en dat voelt je ook wel. Maar dat is soms wel jammer dat die eerste minuut of die eerste helft is soms echt overbodig. Maar dat Leuven's kwartiertje, dat is dan toch echt iets dat van vroeger komt. Hè? Want ik heb dat toch al heel lang niet meer echt geweten. Dat zo niet dat Leuven nu bekend is als het is geen mazzeltime. Nee, voilà. Nee, dat absoluut niet. Het is zoiets van studentico's, denk ik. Ja, het is academisch kwartiertje. Dat komt daarvan ook. Ja. Leuven's kwartiertje, academisch kwartiertje. Ja. Ja, je kunt moeilijk zeggen dat er geen Leuvens kwartiertje was. Het begon eigenlijk zo ook met de laatste 10 minuten met die tackle van Rika. Ik weet niet, dat vond ik zo cool. Want gaat zo vintage Rika, hè? Ja, ja. Maar daar ziet je dan ook iemand wel met maturiteit, ervaring, die dan toch wel ook nodig hebt op zo'n moment. Want... En ook zo dat bijter in Rika, dat echt... Ja, want iedereen in het stadion had zoiets van, haalt hem neer, zo, weet je, pakt rood of zo, maar ja, nee, gewoon... Maar anderzijds, op het einde van die wedstrijd had je ook, ik weet niet wie het nu weer juist was, maar ook spelers die dan bleven meelopen en dan niet in de tackle gingen om een penalty te veroorzaken. Dus er werden eigenlijk om de een of andere reden heel veel juiste keuzes gemaakt door Leuven in die slotfase. Alsof dat alles wat dat misliep
tijdens het seizoen foute keuzes nu allemaal juist vielen. Wat Mechelen dan totaal niet deed. Hè? Want als Mechelen dat een beetje storm bijvoorbeeld beter uitspeelt, ja, dan hebben we daar die wedstrijd onmogelijk gedaan. Ja, ook zo situaties, 2-4 verdedigen, toch 2-3 keer in die laatste 10 minuten. Ik vond dat eigenlijk voor in die situatie te komen goed verdedigd. Allee, Mechelen speelde het vreselijk uit natuurlijk, zullen ze zelf ook wel herkennen, maar op zich was dat nog wel goed verdedigd. En ook Tobe Lijssen, het is niet dat een wereldredding heeft moeten doen, maar ja, altijd toch zo'n beetje de juiste keuze. Hè? Hij stond er wel op dat moment. Als hij er moet staan, staat hij er dan wel. En dat vind ik wel, ja, chapeau. Ja. Glenn, jij was de commentator van dienst. Jij was net op tijd van de wedstrijd Westerlo-Genk, waar ook wat gebeurde en tegelijk niet, maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Maar werd jij teruggeschakeld naar het moment waarop Tobe Lijssen eigenlijk die redding doet? Hoe verloopt dat? Ik vraag me altijd af, hoe verloopt dat zo bij wedstrijden? Want je moet van de ene, misschien voor de jonge luisteraars zullen dat niet weten, maar vroeger, in de tijd van Peter van den Bemt als radio, en nog altijd nog wel, maar Jan Wouters en zo, was dat elk weekend verschillende wedstrijden tegelijk en werd er altijd geswitcht. Nu is dat er wat uitgegaan, omdat de wedstrijden op verschillende momenten zijn. Maar nu was het nog eens gelijk vroeger, zeg maar. Ja, want persoonlijk, toen ik zelf vroeger, want ik ben nog niet zo oud, maar ik herinner me wel nog de tijd dat je enkel wedstrijden had op Kanaal Plus. Ja. En bijna niemand in Vlaanderen had Kanaal Plus, want dat was echt wel, dat is niet te vergelijken met Proximus Telenet nu. Nee. Dus mensen waren heel fel naar de radio. Dan had je een tijd gehad dat Proximus de rechten had, maar wij hadden bijvoorbeeld thuis Telenet en mijn ouders, die wouden echt niet naar Proximus gaan. Dus weer niks. Dan had je zo'n paar wedstrijden. Dus heel veel mensen waren ook echt aan die radio gekluisterd, waaronder ik zelf ook. En dat was ook die magie in de tijd. Het splitsen naar de wedstrijden. Vooral ook, want we moeten naar, dan weet je, er is iets gebeurd. En als je dan vurig hoopt op iets, dan hoop je en dan hoor je al de achtergronden van de stadion, dan weet je, ah shit, of yes. En dat is inderdaad wel een beetje uitgegaan met het afzonderen van die wedstrijden, waarvan ik mij ook afvraag of dat altijd wel zo interessant is. Want alle respect voor die ploegen, maar pakweg Eupen Westerlo, moet die wedstrijd afgezonderd staan? Gaat dat meer of minder kijkers opleveren? Ik denk niemand wie kijkt daarnaar, de supporters van Eupen Westerlo. Ja, en misschien een paar mensen die toevallig bij het Sappen daar gepauzeerd hebben. Maar dus ja, nee, dat is wel. En dat moet ik wel zeggen, het is. Het is ook heel anders als we voor de radio wedstrijden moeten doen, waar dat er meerdere tegelijkertijd gespeeld worden, dan wanneer dat, zoals wij dat dan noemen, een dragende wedstrijd hebben, zoals je die nu vaker hebt. Ja. Omdat je veel langer moet praten. En dat is soms wel ook een stuk intensiever, want op tv kun je pauzes laten. Als je een stuk hebt van 10 minuten, als je op de radio 10 minuten, je kunt geen stilte slaten. Dus je moet constant blijven praten, dus dat is wel heel anders. En waar hoop je dan natuurlijk op? En dat is altijd als we een radio-uitzending maken, dat je zoveel mogelijk doelpunten live hebt. Dus dit was echt wel een... Want het zou heel zonde had geweest zijn. Had het voelen zijn. Aankomen ook? Of moet je dan aan een belletje trekken of zo? Of zeggen, is, hallo mannen, schakelt over. We roepen sowieso op als er iets gebeurt. Hè. Dus een doelpunt, rode kaart, penalty of een vrije trap op een zeer interessante fase. Dan roepen we op en dan hopen we natuurlijk dat er zo snel mogelijk gekomen wordt. Het heeft er ook een beetje mee te maken wie dat er op de andere wedstrijden zit. Die al dan niet sneller teruggeven of niet. Hoe de andere commentator moet teruggeven? Of, Wel, vaak krijg je dan nu oren van je moet nu naar daar. En ofwel gaat dat via de studio ofwel niet. Maar we hebben ook stemmen die wat dominanter zijn en die minder snel zullen teruggeven, waar dat minder snel tegen gezegd zal worden. En afhankelijk ook, en dat is ook normaal. Hè. Wie is op dat moment de presentator? Welk belang hecht je aan welke wedstrijd en dergelijke? Ja. En nu, gelukkig bij een ongeluk, stond er ook 1-1 in die wedstrijd van Westerlo-Genk. Want ik kan me voorstellen, als het daar 1-0 staat... Ja, dat daar nog meer spanning in die wedstrijd dan is. Dan is het toch nog altijd Genk. Ja, dan gaan die waarschijnlijk iets langer. Dus ja, dat is wel altijd heel fijn. Want dit zou heel zonde geweest zijn voor ons. Voor fantastisch. Dan, als moment, we deze goal gemist hadden. Dus, ja, absoluut. Ja. Zo. Ja. Ik vind ook goed dat we uw commentaar nog hebben. Want de commentaar op tv... Ik keek de nacht... keek ik er naar uit om die commentaar te horen, maar ik moet zeggen dat die nogal underwhelmed was. Een beetje passief, om het zo te zeggen. Dat was precies alsof er dat is altijd, denk de kracht van radio, omdat je geen... Yes, met die verbeelding, en jij moet er ook voor zorgen dat die verbeelding zo bombastisch mogelijk is. En op tv ziet je waarschijnlijk het doelpunt is van, dat is al wauw genoeg. Maar ik denk, op radio kun je er nog meer beleving aan geven. Van, ja, en je kunt daar ook wat enthousiaster in zijn, want je moet natuurlijk opletten dat je... niet elke goal is even belangrijk. Ja. Ja, dus je hebt van mensen van vroeger ook, die deden bij elk doelpunt alsof dat het WK-finale was. Ja, dat moet je natuurlijk vermijden. Maar dit vond ik nu wel, ook omdat je het voelde in dat stadion. Ik kan me voorstellen dat mensen thuis, die nog totaal geen band hebben met die twee ploegen, die zoiets van, oké, goed, leuk en belangrijk, maar
Maar je voelde ook in het stadion dat er een euforie... En dan moet je daar ook zelf een beetje een bijgeven. Dus dat is een beetje aanvoelen wel. Maar ja, ik kan natuurlijk geen kritiek geven op de tv-commentator, maar ik kan me ook wel ergens voorstellen dat het zo onverwacht komt, ja, dat je ook even perplex staat. Ja. Ja. Omdat je zit al in die 92e minuut, is al 92 minuten niks geweest. Ja. Je verwacht het misschien ook niet. Ja. En soms is het ook gewoon, ja, wat ook wel menselijk is, even zoeken naar woorden. Dus, ja. Je hebt dat goed gedaan, alvast. Fantastisch moment, ja, inderdaad. Die stemming ging ook zo bijna overslaan, maar net niet zo. Dat, ja, dat was niet vaak. Maar het was ook omdat je natuurlijk... Het was ook zo luid in het stadion, dat je ook bij jezelf weet van ik moet hier luider gaan spreken of de mensen horen mij niet. Dus, ja, het is ook gewoon niet... Allee, ik zei het net een beetje negatiever misschien nog, maar het is wel die redding. Hè. Het was wel de angst van Leuven. Mm-hmm. En daarmee die ontlading ook in dat stadion. Van, oh, wij moeten toch niet spelen voor te zakken en... Vond ik wel mooi. Ja, het vergeet je ook niet als je toch in die play-downs... Ik zei daarnet, oké, goed, je hebt wel de betere ploeg, je hebt die voorsprong, maar anderzijds is het een beetje als een play-off 1, want het is ook wel hallucinant dat je in play-off 1 en play-off 2 worden de punten gehalveerd. En play-off 3 play-downs niet. Misschien was er vanuit gaan, het zijn al zo weinig punten, we gaan ze ook niet eens halveren. Dat zou er een ere geweest kunnen zijn. Ja, 5 punten, je verliest je eerste wedstrijd, dan weet je toch maar nooit... En vooral ook, ja. Er waren ook de ploegen. Ik vond Kortrijk, kwam daar wel met meer vertrouwen uit. Ja. Mm-hmm. Nu zeker met meest vertrouwen in Charleroi. Ja, je moet inderdaad maar je eerste wedstrijd verliezen. En het begint. En het sukkelstraatje is rap gekomen. En dan speelt je nog tegen de winnaren of tegen van 1B. Ja, het moet allemaal maar eens fout gaan. En het is snel gebeurd. Ja. Plus, sowieso, Leuven is al niet echt de ploeg die het spel graag maakt. En dat zijn wel ploegen waar je dan vaker tegen moet doen. Je zit dan ook nog eens met allemaal ploegen die een trainer vervangen hebben. Ja. Dus dat is alweer zo'n bijkomend element. Kortrijk is inderdaad, ook al staat die laatste, heb je het gevoel van, die kunnen nog wel... We hebben het geweldig moeilijk gehad in Kortrijk. Hè. Nog gelijk gespeeld. 0-0. Ja, dat was echt... Die verdienden te winnen toen. Dat is inderdaad, ik denk wat jij zegt, een beetje van... Dat is omdat wij het spel niet komen maken. Ja. Wij volgen wel, en dat merk je ook tegen topploegen, dat het daar wel vlotter gaat dan... Omdat je gevolgd mee in het ritme van de wedstrijd, dat gemaakt wordt door de tegenstander. Maar echt zelf zit je niet dominant genoeg. Nee, en dat is trouwens iets dat niet alleen het probleem is van dit seizoen. Dat is al een tijdje zo dat Leuven het heel moeilijk heeft om het spel te maken. Anderzijds, wat dan wel is, en één keer was het onder Brijs, de andere keer onder Garcia. Er zijn twee wedstrijden geweest dit seizoen die Leuven echt moest winnen. Thuis tegen Kortrijk, dat was zo na die 3-1 Nederland in Eupen. Dat Brijs eigenlijk al half buiten lag. Ja. Als ze die wedstrijd wonnen, dan kon het toch nog wel. En thuis tegen Eupen. En dat zijn twee keer wedstrijden geweest die ze wel overtuigend gewonnen hebben. Dus anderzijds, als het echt moest, en stond nu tegen Mechelen, stond Leuven er wel. Ja. Om de een of andere reden. Maar we kunnen misschien beter ons spel inderdaad maken tegen play-off 2 ploegen die niet niveau hebben van de play-off 1, maar toch ook willen voetballen meestal. Zitten we misschien beter in ons rechten. Kan ik meteen het bruggetje maken na die play-off 2, de Europe play-offs, zoals het officieel noemt. Op de Sportsa-website staat Conference play-offs, maar ja, ik weet niet, denk dat het Europe play-offs is. Eerste match gehad. Het gaat om een ticket om de Conference League. Dus misschien Conference. Het zal iets gedetailleerder zijn. Ja, de winnaar speelt tegen de nummer 4 of afhankelijk van de uitkomst van de beker. We zullen wel zien. We staan 12 punten achter op Gent. Dus ik denk niet dat Leuven zich daar nog veel moet zorgen. Zijn we daarmee bezig als Leuven zijn om toch nog voor die wedstrijd tegen die vierde van play-off 1 te gaan? Ja, wat moet ons doel zijn in die play-off 2? Goh, ik vind die play-off 2 is leuk, maar ook tegelijkertijd soms wel niet overbodig. Ik heb er zo wat gemixt gevoel bij. Het is eigenlijk voor bijna elke ploeg buiten Mechelen Gent bezigheidstherapie. Maar anderzijds, vorig seizoen en het seizoen daarvoor, toen er de play-off 2 met 4 ploegen waren, die dan wel boeiend was eigenlijk, omdat je dan wel een spannende competitie krijgt. Maar dan was het het grote niets voor de ploegen die dan er buiten vielen. Die waren dan half april al klaar. Dat was ook niet goed. Dus ja, dan is dit wel beter, maar je moet er redelijk in zijn. Dit is zelfs al stond Leuven in de buurt, dan kon je eventueel nog ambitie faken, is dat dan? Want, dat is maar nu goed. Moet je ook gewoon eerder zeggen, kijk, dit is onhaalbaar en dit gaat ook zo gebruikt worden voor voorbereiding op het volgende seizoen. Kom daar ook gewoon eerlijk vooruit. Mm-hmm. Het wordt gewoon weer, de mensen gaan het voetbal denken in pintjes onder stress. Ook op zich ook niet verkeerd, maar je mocht dat ook wel gewoon zo bezien. Dat is de opkomst, merkte ik dit weekend ook al. Ja, het was paasvakantie natuurlijk. Maar ik vond het wel triest. Ja. Allee, je ziet dezelfde match eigenlijk tegen Mechelen, maar de opkomst is verschillend. En daar merk je dat gewoon, dan denk ik ook van, is dat allemaal nodig om
nog een beetje slapbakken en misschien voorbereiding voor volgend seizoen, maar je weet ook niet hoe gaat je kern veranderen. Nee. Ja, wat gebeurt er nog? Ik heb ook zoiets van, allez, zorg dat je eens in de positieve flow geraakt, want als je nu ook alles als testmatch, zeg maar, en opstellingen, en we hebben het nu ook gezien met een opstelling die rond de 70ste minuut wijzigt met 4 wissels, ja... Gaat het daar iets aan hebben, al volgend seizoen toe? Oscar Garcia, onze Oscar, die zei trouwens dat hij zijn kern voor volgend seizoen al in gedachten heeft, maar dat spelers nog het tegendeel kunnen bewijzen tijdens play-off 2. Ik vind dat, ja, ik snap het wel ergens, maar ik vind dat ergens ook wel een rare uitspraak. Ben je vroeg, omdat je in april... Ja, maar ik denk dat, misschien is dat ook wel een ik weet nu niet juist, heeft hij dat voor of na de wedstrijd? Heeft dat na de wedstrijd gezegd? Maar dan vind ik het eigenlijk op zich wel logisch, want die eerste helft, je merkte aan alles, het moest niet per se. Ja. De tweede helft was goed, maar de eerste helft was echt niet goed. Er was weinig beleving, weinig tempo, weinig doelgevaar ook. Ik snap wel dat als trainer dan misschien denkt van kijk, ik ga ze toch proberen, als het niet op de klassieke manier lukt om ze enthousiast te krijgen, gemotiveerd te krijgen, dan moet het misschien maar met een andere manier wat meer druk van kijk, je speelt er wel voor een plek, want er zijn weinig spelers bij Leuven dit seizoen die kunnen dromen van een transfer in positieve zin. Mm-hmm. Als er al een transfer komt, zal het negatieve zin zijn, zal het lager zijn. Dus, en ik denk dat Leuven niet de slechtste ploeg is om in eerste klasse te zitten. Dus ja, misschien nog wel niet verkeerd om je spelers op die manier op scherp te zetten. Ja. Nee, klopt. Ja. Dan zitten we bij de tweede wedstrijd van tegen Mechelen. Een beetje bijzonder, maar goed. Kwamen snel 0-2 achter. Ik had het gevoel in het spel dat we niet echt slechter waren, maar Mechelen die scoorde om een of andere reden wel heel vlot deze wedstrijd. Ik had wel het gevoel dat de spelers er echt wel niet content mee waren, dat ze in de tweede helft toch nog echt wouden gaan. En zeker na die wissels, ja, dat er nog wel drive was van we moeten hier toch iets van maken, wat misschien vanaf positief die wissels is. Ook, hè. Ja. Ik denk vanaf die wissels dat er wat schwung in de wedstrijd kwam, want ervoor... Ja, ik zei op het einde na de wedstrijd zei ik tegen mijn vader van had toch nog 5 doelpunten gezien. Ja. Maar dat is niet wat ik de eerste helft qua gevoel had van oh, we gaan hier nog spektakel krijgen. Dus ja, vanaf die 4 wissels, vanaf dat wisselmoment gebeurt dat wel dat er actie kwam. Ook de juiste mensen inbrengen heeft daar ook wel aan toegedaan. En vaak heeft zo'n wedstrijd ook één iets nodig, niet per se een doel, maar een goede kans. En dan gaat er weer achter zetten. Je speelt tweede helft ook naar de spion komt, naar tribune K. Dat speelt ook wel weer wat mee om zo die vlammende pan te krijgen. Dus, en inderdaad, ja, de wissels, daaraan merk je dat je toch niet overloopt van kwaliteit in deze kern. Nee. Ook een rode kaart bij Mechelen. Dat is echt... Dat was voor mij zo het equivalent van een leerkracht die zo zegt van nu is de laatste keer en dat er nog zo maar iemand iets heel slimmelig doet en direct strafstudie krijgt. De hele wedstrijd was het al Slimani dat aan het irriteren was en overal wel tussen moest komen waar die niet moest zijn. Dus ik snap de reactie wel, maar het was wel... Het is ook niet dat hij liep echt gewoon... Nee, maar blijkbaar wel de scheidsrechter net daarvoor. Van, je moet wel de andere kant pakken en dan toch... Ja, er valt iets voor te zeggen, maar oké, dit is tijdrekken en ook misschien een wedstrijd die allemaal net iets minder belang heeft. Maar wat ik graag aan het voetbal zou willen zien, is een keeper die een tweede keer geel krijgt voor tijdrekken. Dat gebeurt nooit. Ja. Want je krijgt dan een gele kaart, dan minuut, wat zal het zijn, 70, 80, dat je eigenlijk denkt, van, ja, dit duurt eigenlijk gewoon nog lang, want je moet die kaart nog opschrijven, dat... Geef eens een doelman, want vaak heb je een kleinere ploeg, komt op voorsprong bij een topclub, vanaf een half uur gaan ze tijd trekken, geef meteen een gele kaart en durf ook gewoon eens. Die rood, dat gaat ook rondgaan. Ja. En dan gaan misschien ook zeggen, is dat niet wat streng? Maar uiteindelijk, dat is de enige manier om het eruit te krijgen. Want dat was wel het mooie ook aan die wedstrijd tegen Mechelen, die belangrijke wedstrijd. Niemand dacht er maar een seconde aan het blijven liggen. Zalig. Dan zie je hoe mooi voetbal eigenlijk kan zijn. Dat als was je zo, echt terug de essentie van, oké, we moeten er allebei voor spelen en we gaan er gewoon voor een... Ja. En dat is wel iets, dus in die zin, het is vreemd, je ziet het niet vaak, iemand die geel krijgt of tweede geel. Maar misschien moeten we dat wel vaker doen om dat er soort uit te krijgen. Maar ik zeg het ook zeker naar die doelmannen toe, niet om hen met een vinger te wijzen, maar dat daar ook wel eens een keer... Ze faken ook vaak blessures nu, dat ze alleen gaan liggen en dat het spel dan stil ligt. Dus is ook dit weekend 1 keer gebeurd, hè? Krampen van... Ik moet even de naam maar uitgaan. Krampen van een doelman, dat is toch niet meer geloofwaardig? Of, zo vaak? Nee, tenzij dat het natuurlijk echt van de spanning of van de stress komt. Maar het is wel zo, en dat is misschien ook wel het dingetje, als je supporters hebt van ploeg A, en die ploeg doet dat tijdrekken omdat ze voorstaan, of dan is het allemaal oké. Dan is het normaal. Maar er is niks zo erger als je supporters hebt van ploeg B op dat moment, want dan zou je die mensen letterlijk van het terrein afhalen. Ja, ik denk dat er nu wel één keer
bij horen. En dat gaat je er ook niet allemaal uitkrijgen. Plus, allee, ik hoop dat weinig spelers het doen, maar zeker nu met die hoofdblessures, dan moet het spel stilgelegd worden. Ja, dat is ook wel iets. Het moet, hè, uiteraard. Ja, ja, je kunt wel vrij makkelijk misbruik maken. En soms denk ik ook, ja, ik zag het van het weekend, de wedstrijd Cercle tegen Club, was er ook op onthoud door een blessure, maar dan denk ik, die speler ligt eigenlijk al buiten het terrein. Je kunt perfect... Ja, klopt. In ieder geval, ze stonden na de rode kaart even terug met 11 op het veld, wat heel gek was. Dus. Ja, een heel vreemd moment ook in de tribune. Dus iedereen was zo'n... Ja. Wat is er aan het gebeuren? Dat was echt... Ik zag de scheidsrechter zo tellen. Zo. Dat was echt, maar wel goed dat ze toch bij de pinken waren. Ja, want uiteindelijk... Ja, ja. Kan toch ook, mag eigenlijk toch niet gebeuren? Nee, maar het was een dingetje met de bordjes ook en een nummer die niet... Ja, Schoofs wist niet dat hem eraf moest gaan. Was dat die vierde scheidsrechter dan aan de lijn te doen, vraag ik me af. Hoe kan dat dan gebeuren? Maar misschien heeft hij wel het aan de scheidsrechter gecommuniceerd van tel eens een keer na, of waren ze met twee aan het tellen. Het is wel ongezien, dus ergens ludiek. Maar beeld win dat pas na 5 minuten opgemerkt wordt. Ja, zo, dat of dat er een wel... doelpunt valt en dan hoe begint je daaraan? Puur met de regels en zo, hoe werkt dat dan? Ja, dit lijkt me dan toch een fout tegen de spelregels en dan zou die wedstrijd opnieuw herspeeld moeten worden. Voilà. Maar blijkbaar, als we dan kijken naar... penalty gate, is dat toch iets dat altijd een beoordelingsfout is? Of zou dit ook wel een beoordelingsfout geworden zijn? Denk ik. Ja, een klein beetje, ja. Maar het is wel iets dat niet vaak voorvalt. Hè? Ja, want dat zorgt er dan wel voor, want uiteindelijk wordt niet veel over play-off 2 of de conference play-offs of de Euro play-offs gesproken. Maar ja, dat zorgt er wel voor. Ik zeg play-off 2 nog gewoon. Ja, play-off 2. Ja, inderdaad, dan komt het nog in de aandacht. Ook wel echt nog een zalige goal, die 2-2. Hè? Die Torsteinsson die doorloopt, de hakje van Opoku. Ja. 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 Dus er valt nog wat te zien. Maar dan toch nog jammer dat je het uit handen geeft. Ja. Weer al die laatste minuut. Ja, dat vond ik... Allee. Ja, Tove gaat er onderdoor. Klopt. Ja, dat 2 keer. Wordt dat een dingetje of... Natuurlijk gaat dat natuurlijk wel een eigen leven leiden. Hè. Pletten, dat je niet het mantra krijgt van een lijnkeeper te zijn. Want op een bepaald moment doet hij daar een training waarvan je denkt van wow. Onwaarschijnlijk, ja. Hij weet niet goed dat hij dat doet, maar dat is net de sterkte van dat soort doelmannen om die reflex te hebben. Ja. Maar je hebt natuurlijk doelmannen die minder zijn op hoge ballen. Hè. Stijn Steijn in zijn periode bij Club Brugge, dat was op zijn lijn top. Maar op hoge ballen was dat een ramp. Ja, een ramp. Ja, op internetfora was dat ook minder. Maar, Tobeleijse speelt wel een fantastisch seizoen. Komen we straks nog op terug. Maar ja, jammer. Allee, het was ook bij corners. Zijn positie werd geblokkeerd. Zo. En wat ik dan nog het irritantste vond, was dat hij een Elias Kobout scoort. Want qua irritantheidsgraad op het veld... Allee. Snap ik wel. Mijn OHL-supportershart zei daar ook wel nee tegen iemand als Elias Kobout. En die dan nog, ook in de laatste minuten, daar nog... een opstootjes gaat veroorzaken. Waarschijnlijk, gelijk in provinciale. Ja, echt. Ja. Ja, elke ploeg heeft wel, of toch bijna elke ploeg, heeft wel één iemand die zo toch een beetje zo dat en wie is dat dan bij Leuven? Ja, missen we dat misschien? Ja, misschien is dat wel net de reden waarom dat je eigenlijk onderin staat, omdat je dat type niet hebt. Rika, als ik zo aan Rika denk, kan ik dat zo'n beetje... Ja. Daaraan, maar dat is ook nog vrij braaf. Ja, ja, dat is inderdaad nog... Nooit venijnig, zo, ja. Nee, zo'n beetje zakkeren dat wel, maar echt zo... Het zijn allemaal brave, brave jongens hè, bij Leuven. Ja, zo. We hebben Elias Kobout nodig. Ik dacht nooit dat ik het ging zeggen, maar goed. Ja. Goed, mannen, we gaan eventjes een overzicht doen van het reguliere seizoen. En die ene match in play-off 2. Het is een opmerkelijk seizoen geweest. Hoeveel geven jullie op 10 in het algemeen? Alles in beschouwing genomen, het sportieve, de omkadering, de sfeer... Glenn. Ja, dan zou ik zeggen tussen 5 en 6. Ja, ik had ook een 6 in mijn hoofd. Dus het is alleszins niet meer, omdat, wat ik net ook zei, je hebt u maar gered. Hè. Het hele seizoen de grijze muis geweest en tot de 93ste minuut, je 92ste minuut hebt ervoor om te vechten. Ja, dan denk ik sportief gezien dat je net blij mocht zijn en hakken over de sloot. Ja, we hebben wel dat imago ook van een grijze muis. We hebben... Ja, 2 keer play-off 2 gehaald. 1 keer de semifinale van play-off 2, maar nooit eigenlijk, nooit ver geraakt in de beker, nooit meegedaan. Geen spektakelvoetbal ook. Gezien, nee, want eigenlijk het seizoen dat ik Leuven een heel toffe ploeg vond om naar te kijken, is het seizoen dat ze ironisch genoeg gedegradeerd zijn. Maar onder Emilio. Bostock, Trossard, ergens hallucinant dat je met die ploeg bent kunnen degraderen. Dat kan er nog altijd niet bij. Ook heel veel, ik herinner me dat nog...
dat Rossard een keer na een wedstrijd op Bever zei, als we hierdoor nu een puntje tekort komen, dan op een kinderlijke manier een voorsprong met een man meer uit handen gegeven. Ja. Want dat was die speelde zo goed, maar het ontbrak een beetje aan efficiëntie. Maar daar zat iets in, daar zat dynamiek in. En het is al een aantal seizoenen zo dat Leuven heel steriel voetbalt. Dat is niet alleen in A zo, dat is in B was dat ook al zo. Nu, daar heb je wat meer vechtvoetbal, kon je het er nog wel misschien op die manier op steken. Maar de voorbije seizoenen, op een wedstrijd niet ten aangesproken, is het vaak hetzelfde voorspelbare voetbal, vaak ook vanuit de omschakeling. Want als je tegen ploegen moet spelen, waar je zelf het spel moet maken, dat zijn draken van wedstrijden. Herinner je die wedstrijd, niet eens zo lang geleden, thuis tegen Charleroi. Ja. Meer dan een helft met een man meer. Ja, het was verschrikkelijk niet normaal te zien. Klopt. En dat zei ik ook net. Ik heb vaak al gehad dat ik dacht, de eerste helft was hier overbodig. En 45 minuten weggegooid. Geen kansen gezien, weinig kansen gezien. Ja, dat was wel vaker zo dit seizoen. Hè. Ja. Brengt maar geen spektakel op de mat. Hè. Ik vind wel, als we een punt moeten geven, ja, dan zou Leuven misschien eens een keer duidelijk moeten zeggen, wat zijn nu eigenlijk de ambities? Want ja. Als de ambitie is, we willen er gewoon in blijven, ja, top. Dan heb je een goed seizoen gespeeld. Hoe dat je het doet, maakt niet uit. Dan heb je het eigenlijk goed gedaan. Ja. Maar veel mensen denken dan terug aan, ja, sowieso King Power komt dan. Die denken, oh, Leicester kampioen geworden. Mark Brijs die een aantal jaar geleden een extra time zegt, oh, maar binnen 3 jaar spelen we mee voor de titel. Dat zou dus dit seizoen geweest moeten zijn. Ja, ik moet wel zeggen dat die quote, dat wordt zo gezegd alsof dat hij dat zelf geponeerd heeft, maar dat werd zo een beetje in het vraaggesprek gezegd. Allee, het is ook wel heeft zo, dat nooit als statement gebruikt. Nee, hij heeft er ook met een lachje erbij gezegd, maar wat wel duidelijk op dat moment toch de insteek was, was dat Leuven een ploeg moest zijn die tegen die top 6 ging aanschuiven. Waar je ook de transfers erin, gedaan hebt. Hè. Je hebt schrijvers gehaald en dat was toen toch wel het moment dat iedereen dacht, oké, we gaan hier wel beginnen meedoen en we worden subtopper en we gaan ervoor. Maar buiten schrijvers is er ook niet echt een transfer van die grootorde gekomen. Het moeten ook niet altijd bekende spelers zijn, hè, want vaak lees je dan altijd op voorhand van, het zal wel niks zijn, iemand die dat je niet kent. Nochtans, ik vind het schoolvoorbeeld van topscouting zijn spelers halen die wij niet kennen. Juist. En die je nadien gaat doorverkopen voor veel geld. Hetgeen dat Union nu al 3 seizoenen op rij geweldig goed doet, waarvan iedereen bij het begin van het seizoen zegt, nu zal het wel niet meer lukken. Toch lukt dat. Dat is knap scoutingswerk, maar op dit moment... Mm. En nochtans... Wat dan wel is bij King Power, je kunt moeilijk zeggen dat ze heel veel inmenging hebben uit Thailand, want ze geven heel veel lokale mensen hier de sleutels in handen. Je hebt technisch directeur Arjen Jacobs gepokt en gemazeld in het voetbal. De vraag is natuurlijk wel of dat type mensen nog wel in staat zijn om op die posities te zitten. Neem nu bijvoorbeeld Hugo Broos, wordt genoemd bij Brugge dan, of tussen is dat een beetje af de radar. Maar vandaar de dag, als je niet met data werkt... Ja. Kunt je toch niet meer functioneren op pure basis van buikgevoel? Dat die tijd hebben we echt wel achter ons gelaten. Ja. Ik denk dat Leuven daar nog wel een stap gaat moeten bijten. Maar het begint al met het bestuur dat volgend seizoen moet aangeven, kijk, we mikken op top 6, top 8, whatever. En dat deden ze trouwens de voorbije seizoenen wel. Toen zeiden ze, oké, we gaan voor de top 8, zonder dat dat een dwingende ambitie was. Maar wat is nu het lange termijn doel van Leuven? Is dat gewoon erin blijven, grijze muis zijn of subtopper worden? Daar begint het mee. Als ik het toch nog positief... Ik heb altijd wel het gevoel, als ik ga kijken, dat verzorgd voetbal is. Dat ze proberen te spelen. Dat het niet zo is van het is overleven. Hè. Ze proberen achteruit te voetballen. Soms vorig seizoen zeker, tot op het riskanten af. Je hebt ook veel eigen jeugd. Ching Chen die erdoor dat komt. Dat vind ik ook wel Sagrado, Banzuzi, ja, dat is een transfer naar Nederland. Maar dat zijn wel spelers, daar ga ik graag naar kijken. Ik zie die graag bezig. Ik heb daar ook zo een soort van verband mee, of een band mee, dat je misschien niet met een vreemdelegioen hebt, zoals bij RWDM of zo. Er wordt nog wel iets opgebouwd, dus sportief. Zeg je dat, eigen jeugd erbij te halen, heb je dat wel? Dat maakt het sowieso wat sterker, die band. Hè. Kijk naar Sint-Truiden. Ja, het is wel ongezien natuurlijk om 4 jongens van dat niveau te hebben. Met Steukers, met Van Helden en zo verder. Dat is wel iets... Dan kunnen supporters ook makkelijker... Ja, ermee omgaan als het een minder seizoen is. Want dan hebben ze op zijn minst jongens uit de eigen streek en ze gaan ervoor, want truitje nat maken, daar begint het mee. En heel vaak is het wel zo dat dan toch naar spelers van buitenlandse origine wordt al snel gezegd, die hebben geen clubhart, die werken er niet voor, die maken een truitje niet nat. Dat zullen ze over jongens uit de eigen streek bijna nooit horen. Ja, ook al, ze hebben meer kredieten. Ja, inderdaad. Inderdaad meer speling daarin. Maar en ook in mijn 6, mijn rating... Zit ook wel de sfeer er rond. Ja. Ik denk met nieuwe vak aan de andere kant dan. Dat geeft ook al meer sfeer. En je hebt eigenlijk bijna 2 harde kernen aan elke kant. En je speelt altijd wel naar een goede kant, zoals ze zeggen.
En dat doet er ook veel toe. En heel die beleving zijn ze ook wel aan het inzetten. Ja. Kan ik ook wel zeggen als huis-dj. Yes, dat vind ik dan ook wel leuk aan het clubgegeven aan Leuven. Weet je, in Leuven is iedereen van Leuven. En dan komt iedereen naar de voetbal gewoon in uit, wat je zei, pintje drinken. En daar zit wel ook mijn zes die scoren. Ja, want ik vraag me dan wel af, zo dat die opsplitsing vak 202 is, denk ik. Hè? Ja. Tribune K, is dat eigenlijk een onderling dispuut geweest? Of is dat echt gewoon een versterking? Nee, ik denk dat dat gewoon is van, ja, als we naar de andere kant spelen dan, en je scoort een goal, dan wil je ook kunnen juichen met die supporters. Ik vind dat wel een succes. Ik vind het ook een succes. Ja, het is sowieso meerwaarde. Leuk, hè? Ja. Het is, met een beetje zin voor overdrijving kun je dan denken aan standaard met de twee tribunes die tegen elkaar opzingen. Ze opereren wel autonoom, denk ik. Het begint wel zo wat autonoom te komen. En het is wel leuk. Ongeacht waar je in het stadion zit, heb je wel echt een sfeer. Maar ook dat dat vak vol zit, want anders was dat altijd zo ofwel een leeg vak ofwel jongeren gezet. Als er een jongere actie was, die werden dan daar ergens gepositioneerd. Ja, we hebben wel veel acties. En ik vind wel, als het huis-dj denk ik ook wel dat je een evolutie ziet. En ook ze hebben zo echt studentenverenigingen en zo beginnen betrekken. En dat werkt ook wel echt zo. Het studentengeven in Leuven. Ik ben blij dat ze er eindelijk iets mee gaan doen. En zeggen van, kijk, er zijn keiveel studenten die misschien niet inwoner zijn van Leuven, maar ook wel een beetje dat Leuvens hart hebben voor voetbal. En zeggen van, ja, dan kun je sporter worden van Leuven en komt daar voetbal kijken. Voor €5 vaak. Ja, absoluut. Ja, want ik herinner mij dat Tobak toch een paar keer is opgevoerd. Dat vond ik wel een ludiek filmpje, dat is toch twee keer. Want eigenlijk, zeker die wedstrijden, en je hebt er toch een paar op doorheen het seizoen, moet je wel shows bij je thuis speelt natuurlijk, dat je thuiswedstrijden hebt door de week, dan zijn al die studenten in Leuven. En dan moet je die ook wel maximaal gaan mobiliseren. Moet je er eigenlijk voor zorgen dat die mensen gaan zeggen, op zondag als ze om 7 uur spelen, ik ga wat vroeger naar mijn kot, ik ga die match nog mee pikken. Dat moet je proberen te krijgen natuurlijk, want dat is... Ja, je moet het niet hebben van de pure inwoners van Leuven zelf, wel van de omstreken. Ja. Je zit ook in een regio waar je wat concurrentie hebt. Je hebt Sint-Truiden, je hebt Mechelen, je hebt Anderlecht. Westerlo, Westerlo. Ja. Dus. Het moet ook wel wat naturel blijven, die sfeer. Ik vind dat ze daar wel het goede evenwicht in vinden, tussen de supporters betrekken, maar ook niet onnatuurlijke dingen doen. Die gaan verplichten of doen. Want wat ze ook leuk gedaan is, een DJ-set dat je dan speelt voor de wedstrijd. Ja. We hebben al optredens gehad, Sam Goris. Pluimpje voor jezelf. Sergio denkt dat ook wel. Sergio, Sam Goris. Sergio? Ja, Sergio. En die zingt ook. Ja, waar echt supporters vroeger voor naar het stadion komen en waar al meer sfeer ontstaat en wat altijd meerwaarde heeft. Ik herinner me nu ook de laatste 2 of 3 wedstrijden een violist op het veld bij de opkomst. Het vuurwerk of kleurvuurwerk dat ze zelfs deden. Ja, fantastisch, hè. Dat is wel... En ook regelmatig, want ik heb me dan zo alle eerste klasseploeg op de nieuwsbrief en zo verder ingeschreven, toch ook dat ze de voorzitter trakteren, is toch ook regelmatig zoiets dat terugkomt. Pintjes, ja. Want ik vind, op dat vlak kun je jou een beetje vergelijken met Leuven. Dat zijn 2 gezellige ploegen als je daar naartoe gaat. Die stadions zijn niet te groot, het zit altijd gezellig vol. Ja. Dat doet ook veel, want je moet wat sfeer hebben om te komen. Dus dat is... Het zou zonde geweest zijn voor de eerste klasse, mocht Leuven eruit gevallen zijn. Ja, dat is absoluut. Dus gezelligheid in Leuven, hè. En dat iedereen als neutrale voetbalsupporter dat je ook graag naar Leuven komt, omdat je wel weet van er is wat sfeer. Ja. Spektakelmatch kan ik dan nog wel in twijfel trekken, afhankelijk van de tegenstander, denk ik. Je moet geduld hebben soms. Ja, je moet wat geduld hebben. De laatste minuten zijn altijd spannend in Leuven, maar de eerste zijn misschien, mocht je wel later komen. Maar nee, het is dus wel super leuk in Leuven. We hebben ook wel een respectvol publiek in die zin. Er is veel verbroedering met de tegenstanders qua supporters. En er is nooit veel negativiteit. Behalve dit seizoen misschien, zeker in het begin, begon dat wel zo wat. Met zo'n supportersacties en zo. Het was misschien iets kritischer dan andere seizoenen. Het was wel, niet Leuvens. Ja. Is het niet inderdaad het standaard Leuven supporter? Dat is iemand die niet klaagt en die op de voetbal komt en blij is als ze scoren. En als er een mooi doelpunt valt van de tegenstander, gaan we ook wel zeggen, het is gewoon een goal en daar niet van. En inderdaad, begin van het seizoen heel veel ongenoegen. En ik snap dat ook wel als je echt als diepe supporter en je ziet je ploeg echt verankeren naar die laatste plaatsen. Ja, dat is jammer, maar dan, om dan zo echt supportersacties te gaan doen, heeft dat echt nut tegenwoordig? Nee, maar het is wel iets dat... Het is nu wel wat minder, heb ik zo het idee, maar begin van het seizoen, speeldag 1, hè. Union Anderlecht, mogen ze het gaan uitleggen. En oké, dat is dan een verlengde van dat seizoen voorheen. Dat kan ik nog ergens snappen. Kijk nu naar Anderlecht, spelen misschien kampioen. En ook, wat gaat je daar vertellen? Dus sowieso al maar los van dat je ter verantwoording geroepen wordt, je moet al je ereronde doen. Als je nu gewonnen hebt, oké, leuk allemaal. Als je dan verloren hebt, moet je al de walk of shame gaan doen. Dat is al zo in een stadion.
En dan moet je het daar ook nog eens gaan uitleggen, waar je dan de helft van de tijd waarschijnlijk nog eens wat bier over je kop... En wat gaat je vertellen? Ik heb mijn best niet... Dat gaat je daar al niet zeggen. Stel, al was dat zo, ja, dan gaat je daar niet zeggen dat je je best niet gedaan hebt. Klopt. Ah ja, natuurlijk, wie gaat dat nu zeggen? Dus. En ik vraag me ook echt af wat die mensen dan willen horen. Wat verwacht je als supporter, als iemand naar je toe komt, dat die gaat zeggen van, ah, kijk, we gaan volgende week wel winnen? Ja, dat kunnen die niet beloven. Is het de kracht als supporter of de taak van een supporter om te gaan eisen wat een club moet brengen of wat een club moet doen of wat een speler moet doen? Ik vind, je bent supporter en je moet er alles voor geven en je gaat achter de club blijven staan, ook al verliezen ze, ook al winnen ze. Je gaat blijven supporteren en blijven luid roepen zoals ze wel horen en dat je motiveert. Maar je gaat toch niet gaan eisen van zowel een bestuur van spelers van jullie moeten volgende keer dit doen of jullie moeten nu... Ik vind dat zo wat... Ja, want het kan soms hallucinant worden. Hè. Denk aan RWDM een aantal weken terug. Dat was bijna gewoon vlak af bedreigingen, ja, die daar uit werden. Daar zeiden de supporters letterlijk niet van we gaan in elkaar staan, maar kijk, als jij dan niet voorstaat, we leggen de match stil. En die doen dat ook. De macht die zou krijgen dat je inderdaad een match kunnen stilleggen, blij dat het bij Leuven nog nooit gebeurd is, maar dat je weet als je vuurpijlen gaat afsteken, ja, de match gaat er stilgelegd worden. En wij hebben hier de macht om onze club te bepalen hoe wij gaan spelen of wij niet gaan spelen. En ik stel me ook de vraag, kijk, want de supporters, dat is ook altijd zo, je hebt natuurlijk 95% die zich braaf en die veel geld betalen om ook op verplaatsing elke week te gaan kijken. Heb je toch 5% die vooral zichzelf belangrijk vinden, denk ik? Ja, want ik kan het niet anders. Die denken dat zij de club zijn en zij het rijden en zij dat moeten bepalen. En vooral ook, ja, zoals zo vaak, oké, je moet een mening hebben, dat is ook een beetje door social media, maar je weet ook niet wat dat er achterliggend speelt. Maar vooral, kijk, van een politicus kun je nu nog verwachten. Je gaat ervoor stemmen, kom het uitleggen waarom dat, ja, niet gebeurd is. Ja. Maar die zal ook zeggen, ik heb mijn best gedaan. Dan denk je, zorg dan de volgende keer. Maar dat is ideologisch. Daar kun je nog over discussiëren. Maar dit is, ik heb mijn best gedaan en de bal gaat er niet in. Wat gaat je daarover vertellen? Ja, of doe het op een manier. Hè. Ik weet, bij Anderlecht in de diepe crisis was het ook echt een supportersavond, ja, waar het bestuur samen zit rond de tafel. Van kijk, we zijn wel met een plan bezig. We hebben hier een plan liggen. Oké, voetballend, sportief komt het nog niet, maar we zijn wel op zoek. Hè. Die scouting begint op punt te komen. En dat je wel uitlegt waar de club mee bezig is, dat vind ik dan veel aangenamer of veel, lijkt me veel nuttiger om te doen. In plaats van dan na een match, na een wedstrijd, die met 90 minuten waarschijnlijk wel alles gegeven, het is niet gelukt, om daar te gaan uitleggen van, ja, komt het? Ja. Ja, omdat de tegenstander sterker was en omdat wij niet... Maar soms heb ik ook het idee dat supporters, want ik denk dat Leuven het ook eens dit keer een paar keer gedaan heeft, als dat Marijn Prijs nog een keer is gaan uitleggen en zo verder. Ja, ze hebben een supportersavond gedaan met die prikkeling in het bestuur en zo, om alles uit te leggen en de rol van King Power en zo. Ik vond dat wel goed gedaan van het bestuur. Allee, dan kun je die club toch ook niet verwijten dat ze niet communiceren, ook al moet ik wel zeggen, sowieso bij Leuven is het al moeilijk om info te krijgen sinds dat King Power daar de plak zwaait, want wat ze wel gedaan hebben is vaste social media team van Leuven vervangen door de eigen mensen. Dus die club is wel wat afstandelijker geworden, wat dat betreft. Maar voor de rest, naar supporters toe, heb ik wel het idee dat die toch communiceren wat dat er gecommuniceerd moet worden. Dus juist, ja, maar supporters, ja, dat is, ik zie wel gelijkenis met de politiek, die willen ook gehoord worden. Dat is niet noodzakelijk dat die dan repliek verwachten, maar ja, het is natuurlijk, zij zijn er elke dag mee bezig en ze weten ook van, ja, wij blijven hier en dat is ook wel zo. En andere bestuursleden, spelers, ja, dat is vergankelijk en in die zin zijn zij ook ergens wel het hart van de club. En je hebt inderdaad verschillende gradaties. Hè. Ik zit vaak op de familietribune ook. Ja. Daar heb je heel, heel gematigde stemmen. Ja, absoluut. Die gewoon echt graag naar het voetbal komen. Ja. En die echt supporteren voor Leuven als club zijn. En die blij gaan zijn als het goed gaat. Maar die ook, ja, misschien teleurgesteld gaan zijn als het slecht gaat. Maar niet gaan beginnen klagen en... Zeg, okay, volgende keer. Maar dat begon dit seizoen ook vrij snel. Hè? Zo, na een paar speelden, oh, we gaan zakken, het is kansloos. Ja, absoluut. Er zijn nog, dat defaitisme was wel heel snel. Hij heeft ook niet het effect van die play-downs, dat dan met gewist de laatste vier. Ja, ja. Het heeft heel lang gespeeld. Anders weet je ook in de laatste twee, oké, we staan in vierde laatste, Savan nog. Nu was die laatste vier, dan moet je van wegblijven. Het was rap. Play-off 1 of play-off 2. Ja. In de eerste drie matchen was het al van, oei, we gaan het moeilijk krijgen. Ja. Terwijl, je speelt dan gelijk op Charleroi, op zich niet verkeerd. Eigenlijk die tweede wedstrijd is fout gegaan. Dan wint je thuis tegen RWDM, dan kom je ook volgens mij niet in een crisisfase terecht. Nee. Je verliest dan van RWDM, wat je niet verwacht, want ja, had je voorbereiding gehad. Vraar ontslagen nog voordat het seizoen begonnen was. Verloren kansloos van Genk, openingsspeeldag. Ja. Dus RWDM, dat komt dan. Ja, dan heb je Union, 5-1. Ja. Dan wordt het natuurlijk al... En sowieso was het al een beetje de vraag, ja, wil de groep nog verder met Mark Prijs, die toch altijd harde trainingen...
met zich meebrengt en dergelijke. Goed, de club kiest ervoor om dat wel te doen. Maar is het dan nadien ook de fout geweest van Breis, die vaak met bek en veren overladen werd? Ja, je kunt niet ontkennen dat de kern ten opzichte van het seizoen daarvoor verzwakt was. Dat was gewoon zo. Je had sterkhouders als een Patrice en de Norre. Ja. Casper de Norre en González. González. Er werd niet opgelost. En ik denk dat in het begin van het seizoen ook een beetje de angst was van oké, onze kern is hier verzwakt. En de resultaten gaan direct naar beneden. Dus dat was ook wel de angst van iedereen. Hè? En wat Breis op dat moment ook wel niet mee heeft, is zijn natuurlijk charisma of het gebrek daaraan. Ja. Het is dat toch altijd monotoon. Iedereen... Ik vind eigenlijk wel een charismatische man. Ja. Charismatisch zou ik het niet noemen. Nee, het was zo... altijd zo van alsof hij er niet mee bezig was. Ja. Hij zal nooit zijn stem verheffen. En dat is wel het ding bij Mark Breis waarvan iedereen zich wel afvraagt hoe is die voor een groep? Hoe kan die een groep meekrijgen? Ja. Anderzijds, iedereen die van dicht of van ver met die man gewerkt heeft, zegt het is een vakman. Daar is iedereen het over eens. Respect was wel groot. Dus hij heeft Leuven uiteindelijk... Goed, ze hebben dan telkens die play-off 2 gemist, maar ze zijn nooit in de problemen gekomen. Dus eigenlijk heeft hij wel voor een bepaalde stabiliteit gezorgd. En nu moest hij het ook doen met een kern die niet gebalanceerd was. Trouwens, een pijnpunt bij Leuven. Dat in het eerste seizoen dat ze terugkwamen, kon ik nog zeggen, ja, door corona, we wisten niet 1A, 1B, dat die transfers uitbleven. Maar de seizoenen daarop heeft dat ook heel lang geduurd. Te lang. Waardoor je eigenlijk de facto je voorbereiding overbodig maakt, want je kern wordt nadien nog vervangen. En dit keer zijn de transfers niet gelukt. Daarvoor had je nog González, 12 doelpunten of zo, denk ik. Weliswaar veel penalties, maar toch, die stond er wel. En als je dat al niet hebt, want dat is misschien wel pijnpunt nummer 1, hè. Je hebt geen doelpuntenproductie dit seizoen, of toch niet van één speler. Dus ja, het was een en-en-verhaal, maar ik denk dat iedereen was Mark Breis moe, het voetbal van Mark Breis moe. En dan gaat je natuurlijk met een vergrootglas gaan kijken naar wat er misgaat. En dat heeft zichzelf een beetje versterkt, denk ik. Ja. Het is een neerwaartse spiraal die niet alleen de schuld is van Breis, maar verschillende factoren. Hè. Misschien nog een laatste punt, ook om het positief te houden in de algemene quotering. We hebben nog altijd wel de beste grasmat van België, toch? Ja, en die ligt nog altijd tip-top. Dat is leuk. Vooral daar wordt veel op gevoetbald, hè, want mensen denken dat ze... Ja. De belofte spelen daar. Ja, en alle Europese matchen van Union, de voorbereidingen zijn daar... Gaan die Champions League met ons spelen? Dat zou wel eens goed kunnen, want als Anderlecht Europees voetbal... Want dit seizoen konden ze natuurlijk op Anderlecht spelen. Nu niet meer. Ja. Tenzij dat ze natuurlijk zullen uitwijken naar de Heizel, maar dat hoop ik eigenlijk van niet, want dat is echt een drama van een stadion qua beleving. Kom maar naar de Dreef. En dat zou echt vol zitten, en dat is ook wel goedgekeurd. Maar inderdaad, die grasmat. Die grasmat, maar sowieso, dan kun je wel... Ik herinner mij nog de tijd voor King Power, als ik van de persparking, wat daar dan zo op dat grasperk is aan een tennisterrein... Ja, je moest dan door een hoop modder gaan ploeteren als je naar de andere kant van het stadion. Ze hebben het daar wel allemaal proper aangelegd. Dat is tip top in orde. Veel schulden opgebouwd, dat wel. Het enige dat nu nog ontbreekt, dus is één seizoen waarin dat je alles mee ofwel top 6 speelt of bekerfinale speelt. En die perceptie gaat anders zijn van King Power. Waar het gewoon een keer mee zit, waar je zo een paar spelers hebt die er nog meer doorkomen. Ja. En misschien eigen jeugdspelers, dan zou nog top zijn. Of één goede transfer en waar alles... Waarin die topmatchen, elke topclub dat langskomt, dat je wel onder de knie kunt leggen, dat je weet, als Anderlecht langskomt, het gaat wel lukken. En dat was deze seizoen dan minder. Maar dat kan op zich ook snel, hè? Want uiteindelijk, het kan heel snel vooruit gaan of bergaf. Sowieso. Twee seizoenen geleden zeiden ze over Club Brugge, dat is Bayer van België en noem maar op, die doen een paar mindere transfers. En plots zitten die in een fase dat die zelfs geen top 2 meer spelen. Dus het kan ook zijn dat je nu 3-4, want je gaat wel... dat ook nodig hebben, denk ik. 3-4 goede transfers gaat doen. Ja. En diepe spits heb je nodig. Creativiteit. Flankspelers met een actie. Ik denk dat sowieso belangrijk is. En dan kun je ook plots wel... Het is ook niet dat die ploeg rot slecht is. Nee, het is gewoon heel voorspelbaar. Je voelt wel dat er iets zit of zo. Ja. Daar heb ik eigenlijk... Dat er een evolutie lijsten die zijn match wel begint te spelen. Oké, die blunders... Ik vind dat wel leergeld. Ik kan dat echt nog wel plaatsen. Ik denk dat we zelfs wel alle spelers of een bepaalde linies zullen overlopen, maar... Ik denk, je zit wel met lijnen en een Pletings die altijd wel zijn matchen speelt. Je zit daar met wingers die eigen jeugd en die wel kunnen bewijzen. Er is iets. Je hebt wel kwaliteit, dus er zit gewoon veel meer. En ik denk dat elke OHL-supporter dat ook zo aanvoelt van oké, we zijn geen slechte ploeg, maar er zit gewoon 10 keer meer in, waardoor je net die top 6 misschien toch kunt binnenkomen. Ik denk trouwens, Pletings, dat hij dit, maar ook vorig seizoen, elke minuut gespeeld heeft. Ja. Dus sowieso, en ik denk vorig seizoen ook, en vorig seizoen pas op de slotspeeldag een gele kaart gepakt. Ja.
inderdaad. Dit seizoen 3 of 4 gele kaarten, die denk ik geschorst geweest. Ja, dus dat is wel absurd voor een centrale. Dat is waar. Hè? Hij is de enige, samen met Matte Smets, de twee veldspelers die de volle, alle 90 of soms 100 minuten hebben gespeeld. Haalbaar voor Leuven, maar Matte Smets is natuurlijk ook wel echt een zo'n toptransfer. Die mag ook komen, ja. Nog even over die gesprek daarover, die modder aan de Dreef toen. Ik herinner mij nog zo... een beeld van die keeper van Barcelona die naar Standaar kwam. Valdés. En die kwam van Barcelona naar Manchester United en dan naar Standaar. En dan kwam hij toch zo van de parking. Ja, en die zijn eerste wedstrijd, dat was tegen OHL. En die liep zo met zijn kabas over die modder, inderdaad. Ja. Dat was volgens mij ook het moment geweldig dat net beeld. Die tribune afgebroken was. Ja. Daar de nieuwe tribune ging gebouwd, dat was ook nog een werf. Dan komt je daar, je hebt echt twee Champions Leagues gewonnen. En, dan... Maar qua accommodatie... Er wordt wel geïnvesteerd om kadering, accommodatie. Alleen parking, denk ik, dat nog een probleem is. Ja, als je op de parking. Voilà, maar de bereikbaarheid, ze zijn ook wel op aan het groene en het ecologische. Yes. Maar ook, denk parking is trouwens bij meerdere clubs wel... Ja, maar dat is overal wel een beetje. Maar zeker het ecologische hebben ze ook heel lang op ingezet en nog altijd. Ja, dat vind ik ook wel altijd top. Ze zijn met dingen club bezig. Ja, je merkt dat leuk, die club al bezig is en dat daar wel heel veel moeite in is. Ja, want ze doen ook sowieso ook een vaandeldrager aan het vrouwenvoetbal. Toch iets vrouwenvoetbal ook, gaan kampioen spelen. Ook zo het e-sport. Ze proberen echt innovatief te zijn, ook om sponsors aan te trekken en dergelijke. Omdat de club verkoopt ook wel als ze sponsorships aangaan, dan is het uiteraard een groot stuk naar de A-kern. Maar heel veel gaat ook over die nevenactiviteiten en samenwerken met KU Leuven en dergelijke. Dus dat je echt wel investeert in iets dat een bredere community is dan louter die 11 spelers die het weekend op het terrein staan. Juist. En ook jeugd blijft nog een ding in Leuven. Ja. Ik heb vroeger ook zelf voetbal gespeeld en dat was altijd Leuven was wel de jeugdopleiding hier in de buurt. Ja. Dat je wel wist van... Ja, maar je wordt niet goed genoeg. Ik heb af en toe wel contacten gehad voor Leuven, maar nooit zelf de ambitie ook niet gehad. Maar dat wist nooit je ook te wel. Laten. Leuven, als je daar de jeugd kon halen... Dan was het nou echt een goede voetballer. En dat ziet je nu nog met wie dat eruit komt in Leuven. Dat is waar. Ja. In mijn tijd was het Stade Leuven. Maar goed, het sportieve primeert inderdaad. Daar gaan we het ook over hebben. We zullen eens kijken naar de linies tijdens het reguliere seizoen. We zullen ze één voor één overlopen. We beginnen bij de doelmannen. Daar hebben we Tobe Leijsen gehad vanaf speeldag 11. Daarvoor was het Maxime Privot die in doel stond. En ook nog Valentijn Kojukaru, die heeft ook nog de eerste 3 matchen gekiept. Dat is al lang vergeten, maar ja, hoeveel geven we de doelmannen? En dan vooral Tobe Leijsen. Ik had in mijn voorbereiding geschreven, misschien wel de beste binnenlandse transfer. Dat was nu wel voor de match tegen KV Mechelen, maar... Dat is wat ik bedoelde net, hè. Dat is een beetje leergeld of zo. Vind ik dat nog wel voor een Tobe Leijsen die ook punten pakt. Oké, gaat er misschien nu... En wat we ook zeiden, net die lijndoelman, die gaat er misschien ook punten door verliezen, maar hij heeft ook echt die wedstrijd op Sint-Truiden blijft mij bij. Dat is echt de wedstrijd van Tobe Leijsen geweest. Onwaarschijnlijk. Dat gaat ook misschien wel een van zijn referentiewedstrijden uit zijn carrière. Ja. Dat gebeurt. Je moet er ook wat geluk voor hebben om zo'n wedstrijd te spelen, dat die bal net niet ver genoeg in de hoek is en dergelijke. Je moet hem wel ook kunnen pakken. Maar het is wel sowieso, kijk, Leijsen gaat al sowieso wat meer krediet krijgen, omdat Kojukaru, wie kende die mensen uiteindelijk, en die komt dan... Heeft dan ook niet super veel bijgedragen, was niet dramatisch. Gaat er dan uit naar die 5-1 tegen Union, waar er 3 of 4 penalties van waren. Oké, goed. Prévost, dat is dan zo'n beetje de grijze muis. Pas op zich wel bij Leuven dit seizoen. Maar hij heeft eigenlijk niet veel slecht gedaan. Nee, maar ook... Ik had weinig karakter of zo in, als doelman. Zijn lengte was niet mee ook. Ja. En Tobe Leijsen krijgt wel die... Maar misschien karakter, dat hij dat misschien nog net iets meer moet krijgen, Leijsen, in de zin van om wat meer baas te worden, ook in zijn zin. Want vaak als je onder zo'n bal doorgaat en er komt er iemand voorgelopen, dat is ook coaching en communicatie. En dat sowieso nog wel een werkpunt is, los van het feit dat dat misschien de koers zijn minder punt zal zijn. Maar het begint wel vaak met communicatie. En als je daar iets uitstraalt, dan heb je ook vaak die bal. Dat heeft toch ook een effect op die verdedigers of op die aanvallers van de andere ploeg. Oeh, er staat hier iemand. Ik zal toch maar opzij gaan. En dat heeft hij wel nog niet. Maar op zijn lijn doet hij daar een aantal fantastische reddingen dit seizoen. Maar dat is toch een doelman die we de komende 2 jaar
wel als nummer graag, 1 zien. Ja. Maar ook graag als supporter heb ik dat ook wel. Het is misschien in die zin ook wel goed dat hij af en toe die fouten nog maakt. Anders waren ze misschien al... Ja, hij werd gescout door Inter Milan. Handanovic zou in de tribune gezeten hebben. Dat was wel nog voor de match tegen Club Brugge. Ik vond wel tegen Club Brugge... Allee, dat waren 2 en misschien zelfs 3 flaters. Maar wat ik wel sterk vond, hij gaat die eerste bal, die probeert hem klem te hebben, want dat doet hem vaak. Hij pakt nog echt ballen, dat zie je ook wel niet zo vaak meer. Dus die eerste bal probeert hem klem te hebben in plaats van over te boksen. Ja, gaat dan door zijn handen. Je zou denken van ja, de volgende bokst hem erover. Maar bij die tweede goal, of bij de derde goal was het dan, ja, probeert hem eigenlijk hetzelfde. Dus hij heeft wel het karakter van, oké, ik heb een fout gemaakt, maar ik ga niet veranderen daardoor. Dus ja, hij gaat dan weer in de fout, want natuurlijk, ja, ik kan niet zeggen dat dat goed gedaan is, maar ik vind wel, ja, het blijft een van zijn kwaliteiten. Hij blijft bij zijn visie, hè, ja. Uiteindelijk, je merkt dat ook. Dus wel iemand die als het moet natuurlijk, ik zal ook wel kunnen temporiseren wanneer het moet, maar uiteindelijk door die bal klein vast te pakken, kun je ook gewoon snel een tegenaanval, wat ook al de sterkte is van Leuven. Vaak, als je dat eruit haalt, het begint met een doelman die dan inderdaad kiest voor een uitgooi, iets preciezer. Ja, als je die bal telkens moet wegboksen, ten eerste, dat zorgt ook voor bijkomend gevaar, want als het corner ofwel, als je de bal niet ver genoeg in de hoek duwt, kun je iemand hebben die in de tweede tijd binnentikt. Ja. Dus ik vind het wel goed dat hij daar vasthoudt aan zijn eigenheid. Ja, absoluut. Blijft een topper. En die redding tegen Mechelen van het weekend, die was ook amai. Dat was echt misschien wel een van de reddingen van het seizoen. Dat was echt ongelooflijk. Trouwens, over Prevot, een van de schlumieligste momenten van het seizoen, dat vond ik die wedstrijd, dus de eerste wedstrijd tegen KV Mechelen, van het Nsingi-moment. Daar was een moment dat Tobeleise weer zo gezegd geblesseerd was, maar dat was afgesproken omdat het de Ramadan was. Ah, ja, en dat ze aan de zijkant... Maar dan zag ik dat die Maxime Prevot die moest gaan opwarmen. Oh, dat heb ik echt gemist. Ja, en dat was echt een... Ja, die wist natuurlijk... Was het, zou er dan hoop geweest zijn voor hem? Dat, nee. Was zichzelf dat hij dacht van... Nee, je zag was echt, dat echt van te moeten geweest? Ja, je zag echt dat hij het wist en dat hij... Maar dat is al wel ver... Allee, dat gaat het wel ver het vooraf afspreken. Ja. Ik ben een heel script en teksten triest. Waarschijnlijk van buiten leren. Die wist dan ook waarschijnlijk... Je zelfs met rechts staan van die banken. Die wist met zijn lijntjes te lopen. Met zijn lange jas schokte je daar zo lijntjes. Zaak voor het bondsparket aankomen. Ja, dat vind ik wel echt. Ik vond dat triest. Ik vond dat triest. Inderdaad. Want ja, je zet dan gehaald als eerste keer. Allee, ja. Hij heeft het ook niet slecht gedaan, Prevot. Goed, maar Tobeleisen, die krijgt zeker een. Moet daar nog versterking dan komen naar volgend seizoen toe? Moeten ze daar bijvoorbeeld kijken om te versterken? Dat vind ik dan niet. Nee, want wie zei het? De tweede doelman op dit moment is dat Prevot. Prevot is nog de tweede doelman, ja. Ook als intentie om te blijven, toch. Ik hoop het wel. Ik denk dat er wel een goede tweede optie is. Ik denk als er nu met Toom niet zou gebeuren, dat je daar wel op kunt terugvallen. Maar ik denk sowieso dat er wel andere posities zijn die meer prioriteit hebben. Ja, absoluut. Absoluut, Tobe. We zijn tevreden. Dan gaan we naar de verdediging. Daar hebben we Pletings Rika gehad, Xing Tien, Florian Miguel en Joren Dom. En zijn er ook nog, maar hebben zeer weinig gespeeld. Franco Rousseau, die is lange tijd geblesseerd geweest. En Ngawa, die heeft zelfs geen minuten gemaakt. Ja... Verdediging stond er wel, denk ik. Ik denk dat je daar wel het vertrouwen hebt ook. Hè. Met een, Rika vond ik dan wel heel sterk. Ik vind Rika echt wel iemand die tackle die brengt kan, wel iets bij. En ik vind ook wel echt. Als die naast Pletings staat, dan is Pletings ook beter. Ja. Dat merk je wel. Dat hij wel zijn. Ja, hij heeft misschien niet zo de natuurlijke uitstraling, Rika. En misschien voor Brugge net iets, alhoewel. Maar bij Leuven is hij echt wel. Het is wel echt. Het truitje nat maken is bij hem wel echt. Die gaat zijn hoofd ervoor leggen. Om speelt hier ook wel iets centraler in de verdediging. Ja. Bij Brugge speelde hij natuurlijk ook wel iets linksachter. Hier bij Brugge was hij toch ook niet echt gefaald? Want het was eigenlijk een beetje een balans met Sobol, denk ik. Dat hij daar regelmatig... En dan kwam Meijer en ik denk dat daar... Meijer was ook wel echt op dat moment. En dan heb je natuurlijk de Kuiper die dan... Enfin, dat was wel die, maar die dan goed in die ging terugkomen. Maar hier, ik denk als centrale verdediger, wat dan voor hem toch een nieuwe positie was, daar doet hij het echt wel prima. En cruciaal ook in die wedstrijd tegen mij. Ja. Ja, om Pletings denk ik ook wel echt, zoals we net zeiden, meest gespeelde. Ja, dat is ook rots in de branding, vind ik. Heeft ook wel af en toe een mindere wedstrijd. En ik denk dat, wat ik daar straks een beetje als pluspunt zei, dat hij alles speelt en geen kaarten pakt, ook wel soms een nadeel. Soms moet hij wel durven die tackle te maken. Zeker als centrale laat hij soms ook wel iets gemakkelijker passeren. En dan denk ik, als je nu dan toch die fout maakt... Anderzijds, het is iemand die wel over het algemeen een
zelden een 9 haalt, maar ook zelden een 4. Mm. Dus het is altijd zo, de middelmaat ja. ook wel ja, scoort vermogen. Ja, scoort voilà. Vermogen zit ook. Hij heeft 3 keer gescoord dit seizoen, waaronder de 2-1 tegen Genk. Heeft Brunnes er gemaakt? Nee, dus als ik het kan vergelijken. Ook 3, ja. Ja. Dus ik vind het wel. Ja, en aan Brunnes, want dat was dat wel eens even gaan nakijken, hoeveel lopen. Die heeft dan ook zo, we komen daar zo meteen toe, maar vooral in het begin dat hij daar was gescoord. Die heeft echt zo de lange tijd niets meer gescoord. En toch staat hij altijd op de... Ja. Nog gehoord afgelopen weekend in de tribune ook, Xing Tien, die echt wel vanuit de jeugd komt en zijn kansen jeugd, krijgt. Hè? Ja, eigen jeugd. Ja. Heeft de Congolese roots. Kan ook nog voor Congo, spelen. Ja. Ik zou die toch eens misschien... oproepen is misschien moeilijk nu, maar het zou misschien toch een verlies zijn. Ik hoorde in de tribune de Virgil van Dijk van de Jupiler Pro League. Ik snap het wel ergens, zo. De stijl en de... Looks of... looks of verdedigend. Ja, zo het lopen, het wijken ook. Zo niet direct in de tackle gaan vaak. Zo. Vaak oplossen met positiespel, zo. Dat vind ik wel. Ja. Redelijk goede voet. Kopbalsterk ook wel. Hè. Dat zit zeker wel kwaliteit in. Ja, absoluut. Ook iets dat... mag blijven wel. Allee, iemand die wel ook waar je mee rond kunt bouwen. Ja. En daar heb je ik denk bij uitbreiding heel de verdeling dat niet echt het grootste zorgenkind is van Leuven. Ook als je gaat kijken naar de tegendoelpunten, dan zitten ze uiteraard wel onderin, maar alle 4 ploegen die onderin staan hebben effectief wel meer tegendoelpunten. En vooral ook, je hebt ook 2, nu RWM heeft dat ook wel een keer gehad, maar je hebt ook 2 wedstrijden gehad waar je er 10 slikt. Hè. Ja. Zijn er tegen Union 5 er binnen gekregen, op Anderlecht 5. Ja. Dan deed het al snel aan in 2 wedstrijden. We zijn weinig echt een zeef geweest. Ja. Het is vaak... het is nooit echt schietkramer geweest. Nee. Hè, dus daar zit niet zo direct het... als je een beperkt budget hebt, wat waarschijnlijk het geval zal zijn, dan zou ik... Mm-hmm. En hoopvol voor de toekomst nog altijd. Ik denk dat ook. Pleitings is ook niet. Op de vleugels had hij dan de vleugelverdediger Sagrado en Mandil. Sagrado denk ik ook wel een mooie debuutseizoen. Of hij is vorig seizoen gedebuteerd, denk ik. Maar wel een mooie doorbraak. Mandil, daar had ik veel meer van verwacht. Ja, dat is hoogtes en laagtes. Ik vind wel, Mandil die kan eens regelmatig de achterlijn halen, maar dan krijg je meer naar offensieve. Natuurlijk, die staat ook wel vaak hoog, dus je laat wel wat ruimte in je rug. Dat is met die 3 of met die 5 verdedigers, hoe dat je het ook betrekt. Ik zou graden ook wel, vind ik, dat die achterlijn halen, maar wel minder. Ja. Zo is het een keer heel schoon goal gemaakt tegen RWDM. Dat was niet op de achterlijn, maar zo echt als doorsteekballetje. Ja. Echt als spitskandidaar, dat is misschien niet helemaal de bedoeling. Alhoewel, dat was zo de georganiseerde chaos. Ja. Zoals dat dan heette onder Mark Brijs. dat is... Maar in die positie verwacht je natuurlijk ook heel veel offensief. Misschien wel meer dan defensief. Er zit snelheid ook in Sagrado, vind ik. Ja, dat is zeker niet... En Mendil, dat is misschien twijfelachtig. Anderzijds, als je dat systeem wil blijven spelen... 3-5-2, zal ik maar zeggen. Ja. Als je gewoon een klassieke verdediging hebt, dan je backs gaan om de beurt. Dus dan maakt het ook iets minder uit. Dan kun je meer gaan focussen op het puur... Maar zeker niet 3-5-2 moet je flanken. Allee, dat was met Patrice ook. Hè. Patrice was daar de man voor. Maar ook daar weer, Patrice, ook vooral offensief scoorde vaak, defensief ook vaak een steek laten vallen. Ja, ja. Ik heb het idee dat als je dat systeem speelt, dat het offensieve vaak ook primeert op het... Mm-hmm. Op het defensieve. Ja. En als je de 2 top zijt, dan speelt je waarschijnlijk niet bij Leuven. Ja, dat is waar. Dat is ook. Ja, Mandil kunnen moeilijk top noemen. Die was ook zo 10 wedstrijden weg. Er ging een transfer komen, dat is dan toch niet door. Dat was zoiets heel vaag. Die was ook niet geblesseerd of zo. Die was precies gewoon echt uit beeld. Dan kwam die even terug nog. Ik vond dat zo'n een raar geval. Een beetje met attitudeproblemen op training te maken. Ik heb totaal geen idee wat er achter misschien schuilt. Misschien met Mark Brijs of nu met de nieuwe coach. Geen idee. Ça va. Dan gaan we naar het middenveld. Daar hadden we Mathieu Martens, Sibes Schrijvers, Mazis, Banzouzi, Misao, Kienen en Akimoto, die in de wintermercado is gekomen. Ja, en eigenlijk is Joren Dom ook nog wel als middenveld. Ja, Joren Dom, een beetje multifunctioneel. Die was ik inderdaad vergeten te vermelden bij de verdedigers nog. En zijn dan heel snel vertrokken, Keita en Holzhauser, die heeft ook nog, denk ik, 2 wedstrijden. Die stonden aan de basis, de eerste wedstrijd. Nu, Holzhauser, dat kun je misschien Mark Brijs dan wel aanvrijven, want dat is toch een transfer die echt een beetje op zijn inspraak gekomen is. Maar wat je wel hebt bij Holzhauser,
heeft één heel goed seizoen gehad bij Beerschot. Ja, dat was toch al te laat voor die te gaan halen. Dan tweede seizoen bij Beerschot, dramatische seizoen dat Beerschot gezakt is. En bij Leuven ook op geen enkel moment niveau gehaald. Nee. En dat was wel de vervanger van Mercier. En dat, ja, dat heeft er ook toe geleid dat je bijna geen creativiteit meer over had. Hè. Ja, het was een gok, maar... Ja, die is verkeerd uitgedaan en een dure gok, want dat is niet de goedkoopste speler. Net zoals een Schrijvers die dan... Ja, wat is zijn positie eigenlijk? Hè? Vroeger een spits, tegenwoordig een middenveld, maar 8, 6, 10. Ja, ja. Ik denk vooral als je je middenveld moet nu benoemen, vind ik te weinig creativiteit. Voetballend zit daar wel echt kwaliteit. Schrijvers wel iemand die kan verdelen. En inderdaad gezakt van spits bij Genk nog vroeger naar die 10, naar nu 6 af en toe. Met Mathieu Maartens ook heel lang uit geweest. Hè, met die... Ook vorig seizoen al blessures gehad. En dat is echt voor mij... Veel mensen zijn het daar niet mee eens, maar... Ik had het er een keer met Mark Prijs ook over en die was het daar wel mee eens. Dat is een sleutelpion, misschien wel de sleutelpion bij Leuven. Waarom kan ik er niet direct de vinger op leggen? Want het is niet dat je denkt van, die heeft de paas of dat is de verdedigende middenvelder. Maar die heeft iets op dat... Ja? Wat, ja, ook heel veel loopvermogen ook. Ja. Je maar, het is belachelijk veel loopvermogen. Kan in de box opduiken, minder dat het moet. Dat is echt een surplus en ik denk dat je daar je middenveld rond moet bouwen. Alleen, ja, hij speelt vaak als een 8, Schrijvers ook wel vaak als een 8. Dan zit je dan met 2, dan moet je... Zo, ofwel kies je er vooral niet echt met een 10 te spelen en dan één echt puur defensieve, Banzuzi bijvoorbeeld. Maar wat is de beste positie voor Schrijvers? Want ik zie die zo graag spelen. Eigenlijk, je ziet dat echt een pleintjesvoetballer is of iemand die op een doodlopende straat is grootgebracht. Die voetbalt zo graag, daar komt energie uit. Maar ik weet nog altijd niet waar dat hij het beste rendeert. Het is niet de voetballer die daar met 3 dribbles iemand voorbij gaat. Dus ja, op de flank zou ik hem al niet direct zetten. Nee, 10 ook niet, want daar zit je dan inderdaad met Mathieu, die wel meer in die box kan en Schrijvers. Ik denk, Rob die afval aan de bal wil gaan nemen, maar niet echt in die box gaan of daar een dribbel gaan doen, zoals gezegd. En als 10 zijn zijn statistieken nog gewoon totaal niet. Nee, voilà. Ja. Dus ja, dan blijft eigenlijk al bijna 6 over, maar dan zijn zijn defensieve kwaliteiten te min voor. Dus een, ja. Maar wel als 2 mogen voor als een 6. Als 2 zou hij ook nog wel kunnen fungeren, omdat hij inderdaad daar ook weer wat kan zwerven. En dat doet hij wel graag. Dus ja, misschien moeten we eens aan hem vragen wat dat nu eigenlijk zijn. Ja, zullen we het eens vragen. Want, allee, ik vind wel echt, daar zit echt voetballend vermogen in. Die kan wel echt dat verdelen. Dus. Maar welke positie dat hij ook speelt... Uiteindelijk is de transfer van Leuven naar transfersom qua loon en eigenlijk ook qua vedette-status, de enige echte vedette, dus aanhalingstekens, dan mag het wel iets meer zijn. Ja, brengt niveau wat het Schrijvers zou moeten brengen. Voilà. En ook naar ploeg op sleeptouw nemen. Hè. Maar ik denk, als je hem weg zou nemen, dat je het toch gaat merken. Allee, sowieso. Maar ook daar begint het ook weer. Wat zijn de verwachtingen van een speler die dat je hebt? Hetzelfde met wat zijn de verwachtingen van je seizoen om daar een score op te geven. Ja, als je zegt van wil kampioen spelen, is dit een slecht seizoen. Als je zegt je schrijft binnen 10, dan gaat je zeggen, oei, statistieken dramatisch, slecht seizoen. Maar wat is uiteindelijk? Ja, klopt, waar leg je ook nulpunten? Man, ik moet even pauzeren, ik drink in het toilet. Okay. Goed, Mazis, gekomen ergens rond augustus, eind augustus, denk ik, was de transfer die moest voor gaan zorgen dat alles een beetje aan elkaar gelijmd zou worden. Is dat nu gelukt of niet? Je kunt niet zeggen dat hij een slecht seizoen gespeeld heeft, maar ook omdat je hem afzet, ook naar productiviteit dan tegenover de rest, en dan zit hij natuurlijk wel bij de betere. Alleen, ook daar weer, waar ligt je dat zijn de ambities, klopt. Want uiteindelijk denk ik dat hij ook 3 keer gescoord heeft. Terwijl eigenlijk, hij scoort dan 3 keer op een manier waarvan je denkt, hij kan vaker scoren. Juist een positie kiezen, de bal binnenduwen. Juist. Heeft wel een bepaalde dribbel ook. Is dat iemand die niet nog gewoon bepalender moet zijn en kan zijn ook? Waar ik weer mee bedoel, van daar zit wel iets in. Je voelt dat wel dat een dribbelaar kan zijn of dat scorend vermogen nog veel hoger kan. Maar dat ontbreekt soms gewoon nog. Ik heb ook zo vaak de indruk dat hij misbegrepen wordt. Je ziet dat in het stadion, dat hij een pas geeft, dat hij niet aankomt en dat hij nog zo teken doet. Van, ja, maar ik dacht dat jij... Is dat ook niet iemand dat gewoon heel veel vertrouwen nodig heeft? Sowieso. Als speler en iedereen mag schrijven. Vaak in een offensieve rol, als je een speler hebt zonder vertrouwen, dan lukt niks meer. En als je vertrouwen te over hebt, dan dribbelt je heel de wereld voorbij. Maar ik vind wel, looplijnen, acties, dat is wel iets dat je op training zou mogen... Als hij misbegrepen wordt, dan stel ik me de vraag, wie loopt niet volgens de lijnen die afgesproken zijn? Ik ga ervan uit dat er lijnen afgesproken zijn op een bepaalde fase. Dus dat is dan weer zoiets dat... maar nu, als je puur kijkt naar productiviteit, en het is niet echt de man van de voorzet, maar ook al zou je iemand hebben die een goede voorzet heeft,
er is ook altijd heel weinig volk van Leuven in de box om te scoren. Dus dat maakt het ook alweer wat lastiger. Maar het is geen Tamari bijvoorbeeld. Nee. Dat niet. Absoluut niet. Tamari, daar werd zo op gevloekt in het, maar ik vond dat eigenlijk... Een fantastische speler. Ik vond dat ook. Er gebeurde altijd iets. Het was soms wel een beetje een zorgenkindje of zo. Dat kwam soms wel in de tribunes over van, allee, wat Tamari, maar uiteindelijk... Natuurlijk, het is wel zo'n type voetballer. Het is heel fijn om naar te kijken, maar de efficiëntie was dramatisch. Er kwam ook weinig verbetering in. Maar toch, als hij aan de bal kwam, dan dacht je, er iets. Kan iets gebeuren. Ja. Ook al, dus als meespelen met de lotto, waarschijnlijk niet, maar het kan. Dat was het wel echt. Hij heeft ook in IJs naar Lorient gegaan, zeg. Of ergens in Frankrijk. Maar Edine heeft daar in het begin zo 3 wereldgolen gemaakt. Ja, dat was echt... Niet normaal. Heeft nu ook met zijn Jordanië heeft hem 3 keer gescoord. Ga misschien naar de wereldbeker in 2026. Dus. Iemand daar ook op middenveld en waar ik heel veel nog altijd is Banzuzi. Ja. Vind ik fantastisch. Maar die stelt presence ook. Hè? Dat is wel iemand die staat. Zo aan Onana denken. Zo dat gevoel krijg je wel zo bij. Zo de 6. Ja. Dat kan nog wel een 6 worden. Mm-hmm. Waar echt veel... Daar zit veel power in. Hè? Kopkracht, sterk en dat is zo iemand waar ik ook denk van, gebruik die meer en probeer daar ook een beetje rond te bouwen. Ja, want ik denk als, op zich, als je dan een middenveld zou bouwen met hem dan als 6, je hebt dan Maarts en Schijs, dat is op zich op papier een heel sterk middenveld. Dat is een goeie 3 ook, absoluut. Ja. Nog een honorable mention voor Akimoto. Die was natuurlijk de laatste wedstrijden zelfs, maar ik vond die wel, die wedstrijd tegen KV Mechelen, ik vond die echt wel goed, vinnig. Allee, zo'n typische Jupiler Pro League Japaner zo, die je wel kunt gebruiken. Dat is waar. Ja. Ik denk dat we daar wel veel nog van gaan zien in play-off 2. En dat is wel het... Als we het straks hebben gehad, wat moet je er nu mee doen? Maar dat soort spelers die je eigenlijk nog te weinig gezien hebt, daar kun je die wel tonen van, oké, is dit nu... Kunt je ook mee tegen een Sint-Truiden en tegen een Gent. Wat trouwens wel beter is dan de play-off 2 van een paar seizoenen terug, dat je ook nog eens tegen de ploegen van 1B moest gaan voetballen. Dat was allemaal niet gehad met die play-off 2. Dat was toch ook zoiets, of was dat play-off 3, dat je 7 keer tegen dezelfde moest spelen? Je speelde play-off 3 en dan moest je de best of 5, dan moest je 3 keer. Ik denk zelfs dat Leuven daar een keer gewonnen heeft en al finaal wel met de eindronde toch nog gezakt. Tegen Bergen, denk ik. Dus we hadden de play-off gewonnen, maar gezakt toch nog. De verliezer die zakte rechtstreeks en de winnaar die speelde dan de eindronde met twee passers. Oké. Goed, dan gaan we naar de aanval. Daar hadden we Brunes, Torstensson, een 3, een Singi, Opoku en Mouanta. Is dat niet echt het werkpunt van Leuven op dit moment? Het is gewoon puur aanvallend. Ja. Ik denk alle linies die we nu besproken hebben, komt wel met kwaliteit of met potentieel waar we altijd uitkomen. En nu aanvallend kan ik niet echt zeggen dat er oftewel talent of potentieel zit, of al kwaliteit. Ik ben op zich wel fan van Torstensson. De een van de reden zei hij altijd wel in de ploeg, ook al is daar ook weer het rendement wat aan de lagere kant, maar dat is wel iemand met goede voeten, daar zit het wel in. Mm-hmm. Maar het begint natuurlijk, en 3, dat is iemand die vergelijk ik wel met Tamari, die is in het begin van het seizoen ook nog wel wat gespeeld, was eigenlijk wel op zich een beloftevolle transfer, om toch zo wat dat onvoorspelbare erin te krijgen, maar dat is er nooit echt helemaal uitgekomen. Maar los van mensen die dan actie maken en dan oké, op individuele klasse een doelpunt kunnen maken, heb je ook een killer nodig. En de voorbije jaren heb je het gehad. Je hebt González, wat goed was. Ik vond dat nu niet de wauwspits die ervan gemaakt werd. Maar dat was wel een echte 9 die gewoon overal kon opduiken. En als hij die doel staan, blindelings, en die kon wel dat doelpunt maken. Dat mis je nu toch echt niet. Ik was in Brugge dat Brunes daar een kans miste waarvan je denkt, hoe kan het zelfs? En die jongen, die werkt hard, die loopt achter elke bal. Het doet wel. Ja, het is niet dat het een luie spits is of dat echt wacht of zo, maar het is... Het rendement zit gewoon veel te laag. En uiteindelijk, je kunt dat wel eruit maken, allemaal belangrijk, maar bij een spits blijft het belangrijkste toch over doelpunten staan er op het einde van de rit achter uw naam. Ja, 3. Ja, want je hebt ook echt iemand nodig. Je mocht een draak van een wedstrijd spelen. 1 kans, die bal gaat binnen. En dat bijvoorbeeld misschien tegen een Westerlo of zo. Oké, maar je moet die 3 punten gewoon hebben door misschien in de laatste minuut of in de eerste minuut gewoon rap dat doelpunt en klaar. Anderzijds, en dat is dan... Ja, goed, dat is misschien een zwakte bot, maar hij komt wel vaker in een positie dat hij wel die kans krijgt. Mm-hmm. Dus
als hij dan een beetje aangeboren talent had voor efficiëntie, had hij wel veel doelpunten kunnen maken. Het is niet dat hij zijn positie allemaal gekregen. Zijn neef heeft al het talent gekregen. Is dat neef van? Dat lijkt me echt niet geen cadeau voor hem. Ik zie dat ook op de tribune. Wordt daar zo vaak. Allee, Haaland. Als ik van hem was en ik wou er niet meer mee, dan had ik mijn haar eens laten verven of zo. Maar nu, ja, klopt. Maar het is echt, ik merk het ook in de tribunes van, een Haaland komt op. Denk van, het is echt alles behalve Haaland. Want er zit... Ja, het is misschien ook omdat... Wat is het alternatief? Hè? Met alle respect voor Opoku, maar dat vind ik echt te weinig. En een Singi is nu wel een cultheld, staat op de t-shirts die gedrukt zijn en zo verder. Maar neem dat doelpunt weg en we zeggen hier een Singi, wat gaan we ervan zeggen? Dan zeggen we een drama dit seizoen. Ja, is ook misschien iemand, te streng, maar... Misschien liever op de flank zie of zo. Allee, meer zo die zeven of zo. Speelden we dit weekend kwam veel op de flank. Ja, en daar zie ik het dan misschien liever dan echt een diepe negen. Dat zie ik niet in een Singi, ik weet niet. Ja. Dus het is niet, en dan inderdaad, je hebt ander flank Torstensson, inderdaad wel echt kwaliteit. Allee, daar zit wel kwaliteit en kan serieus voetballen. Maar voor de rest aanvallend, gaat er toch serieus wel moeten bijkomen. Of gaat iemand uit eigen jeugd die ineens een neus voor doelpunten heeft, moeten... Ja, en als je die positie niet deftig invult, gaat je opnieuw een moeilijk seizoen krijgen. Ja. Ik denk, misschien nog een echte spelmaker dat je nodig hebt, toch nog wel één... flankspeler die een beetje dribbel en efficiëntie heeft en een spits, dat zijn al drie heel dure posities wel. Maar als je die drie plaatsen ingevuld krijgt, dan zit je wel al een stapje verder. Ja, maar dan kun je wel echt meedoen. Denk je wel. Ja, ik denk ook bij onze spitsen, golen maken, dat is natuurlijk opdracht nummer één. Mm. Maar ook in het samenspel, in het afleggen, Prunes die heeft ook vaak dat hij heel snel dingen wil doen. Dat is zo precies, ik had dat vroeger ook, als je niet zo goed... kunt voetballen, dan probeert je zo snelle pasjes te geven dat je zo... Ja. En dat is zo... Dat mislukt vaak en dan krijg je direct in de tribunes zo'n gevoel dat gewoon... Trap gemor. En wat ik dan ook wel snap, want het gaat goed tot aan aanval. Hè. Ja. Altijd hier al zeggen. Maar daar is ook wel een beetje het punt. Geen een van die jongens slaagt erin om echt sterk aan de bal te zijn, een bal bij te houden en je ploeg te laten opschuiven. Ja, dat heeft niemand van die... Waardoor dat je ook vaak... in een positie komt dat je moet trappen. Want je hebt geen alternatief. Het duurt te langer dat de rest is aangesloten. En González kon wel een bal... Henri kon dat heel goed een bal bijhouden. Je kon je medeploegmaat laten aansluiten. En zo kon je ook gevaarlijk zijn. Maar als je altijd een ondertal staat, dan wordt het ook lastig natuurlijk. Henri die zou gekomen zijn of teruggekomen zijn deze winter. Het zou een akkoord geweest zijn, maar het is op het laatste moment... afgesprongen. En Brunes zou dan ook verhuurd worden. En dat was blijkbaar ook al in kannen en kruiken. Dus echt veel vertrouwen krijg je dan natuurlijk ook niet als spits. Als je weet van eigenlijk ben ik hier nog maar tweede keuze. Ja. En, dat besef je zelf. Zo. Als ik nu Brunes ben, dan kan ik ook op het einde van de rit zeggen van... Ja, het was gewoon niet voldoende om hier de nummer 9 te zijn van die ploeg. Het komt van de Noorse competitie, denk ik, daarvoor. Ja, hoeveel doelpunten had hij daar eigenlijk gemaakt? Want, 10 dacht ik. Ja, want op hoeveel wedstrijden? Want, hoeveel zijn er in de Noorse competitie? Waarschijnlijk. Ja. Maar het was bij een kleinere club, zo'n beetje het STVV van Noorwegen. Had hem dan nog 10 is ook niet... Het is geen groot getal, nee. Nee, maar ik zou blij zijn als we er nu 10... Dan zou het anders zijn. Je moet nooit spelen voor die degradatie, denk ik. Nee. Een Drieën en een Singi inderdaad, die hadden wel sommige wedstrijden dat ik dacht van, nu zijn die vertrokken tegen STVV, die 4-0. Toen was een Singi echt goed ook, echt veel diepte en zo, maar ook nooit kunnen... Ik vond een Drieën altijd wel goed invallen. Als hij inviel, was dat wel... Dan dacht je van, oké, er zit... Hij wist wel als ik inval... Een beetje Tamari-vibes heb je bij die jongen. Ja. Hè? Dat je denkt van, oké, er gebeurt iets. En veel mensen zijn dan ook wel blij, want je hebt dan al... Vaak 80 minuten, 75 minuten. Naar steriel voetbal liggen kijken. Ja. Dan hoop je dat er iemand inkomt die... En dan kun je dan wel eens op zakkeren, maar dan zit je blij dat je nog eens kunt zakkeren op iemand. Ja, absoluut. Dat er nog iets gebeurt, dat er wat actie in komt. En dat was bijvoorbeeld even nog terugkomen de match tegen Mechelen nu. Maar de wissels, dat was wel... Ja. Elke wissel die kwam, was wel oké. Dat is iemand die er wel voor wilt gaan. Ja. En die ondanks die 0-2 wel voor die 2-2 wilt gaan. Ja. En je voelde ook, dat hangt er in de lucht. En het gebeurde ook, hè. Ja. Oké, misschien een slotvraag over alle linies heen. Als we nu één positie zouden moeten versterken, dat hebben we eigenlijk al gezegd, dat moet de aanval zijn, en er één min of meer haalbare speler is die dat kan invullen, wie zouden we dan zeker moeten nemen? Ik zou echt gewoon een diepe nummer 9 willen. Dan. Ja, maar ik durf daar ook geen naam op te plakken, omdat dan ga je die kennen en dan gaat die al niet meer haalbaar zijn. Ja, voor Leuven. Als je nu
De podcast maakt veranderen. Of Club Brugge, dan kun je nog zeggen, oké, we gaan die daar wegkopen. Of we gaan proberen de enquête te kopen, of zo verder. Ja, voilà, maar van het Leuven standpunt, ja, dan zit je eigenlijk al bij gelijkaardige ploegen. Dat wordt moeilijk. De onontdekte, denk ik, die hebben we nodig. Ja. Ik weet niet of er... Ik hoop misschien dat er in eigen jeugd misschien echt iemand zit met... Ja, maar dat wordt wel weer een gok, want die heeft dan geen ervaring. En ik denk dat je geen tweede seizoen zoals dit kunt... Plus, ik denk ook volgend seizoen dat het nog wel pittiger wordt, want Beerschot gaat erbij komen. Dat is toch in principe een ploeg met een aanhang wat traditie. Enfin, nu had je eigenlijk... Ze hebben een tijdje boven een niveau gepresteerd, maar op het RWDM... Eigenlijk al een vrij zekere zakker, zou je kunnen zeggen. Charleroi gaat er ook wel uitkomen terug en die gaan wel... Ja, die gaan er volgens mij ook wel zo in blijven en dan zal het Kortrijk of Eupen zijn. Waarvan ik trouwens wel sympathie heb voor Eupen. Niet zo, dat is eigenlijk een vreselijke ploeg in het van het stadion, maar daar hebben ze dus echt geweldige goulashsoep de pers al tijdens. Yes, ja, ik hoor dat van veel journalisten, dat daar gezellig is om te komen. Ah, wel, ja, dat is zo een ploeg. Dat is ver, maar daar is ook nooit volk, daar is het koud. Maar toch komt, die zijn er altijd vriendelijk. Op de een of andere manier, puur sportief, zou het echt geen verlies zijn, denk ik, dat Eupen eruit gaat. Maar, en ook na... die hebben elk jaar al zoveel geluk gehad, dat je denkt van, het kan toch niet meer zijn... En vroeger had ik bij Moeskroen was bijvoorbeeld toch ook zo'n ploeg die altijd toch om een of ander mirakel zich nog kon redden. En zo'n club wil je niet zijn. Ik ben ook al Want die zijn een keer heel dicht Eupen het seizoen. Toen zat ik op die wedstrijd Eupen Moeskroen. Dat was ook zo de slotspeeldag. En ik geloof dat Peter toen op Mechelen zat. En Mechelen kon er dan nog in blijven. Maar dan mocht Eupen niet met 2 of met 3-0 verschil winnen. Stond daar volgens mij tot minuut 75 0-0. Dus eigenlijk Mechelen waren ze al vrij zegezeker. En plots begon dat Moeskroen daar weer van die gekke toeren uit te halen. Ja, te blunderen. Dat je denkt van... Dat was niet het seizoen van de... wat was dat weer? De semi-omkoping daar. Dat was dat seizoen. Want dat ging dan over die wedstrijd. Want ik denk dat Mechelen thuis tegen Beveren speelde. En ik zei nadien tegen iemand... we waren aan het wachten op het interview. Ik zei, dat is toch weer dat Moeskroen. Dat hij weer zit te nekken. Ik kom naar die vrouw. En we hebben dat niet bewust gedaan. Ik kreeg daar Moeskroen nog op mijn dak. Dus de club wel maar. Alle sympathie voor Eupen, maar het zal misschien... Ik denk dat het dit seizoen heel moeilijk... Ik denk, dat... De laatste paas naar ondanks Yannick Ferreira, die ik op zich wel hoop dat hij nog eens zijn carrière kan herlanceren, maar denk ik toch dat RWDM laatst zal worden. Is hij bij RWDM nu? Yannick dat heb ik gemist. Ja. Die is recent gekomen, maar... Okay. Ja, over coach gesproken, wat denk ik over onze coach? Alleen over coach van Leuven, Garcia. Ik heb nu gisteren, toevallig, ik weet niet hoe dat komt, maar ik heb YouTube-beelden gezien van zijn spelerscarrière. Dus dat was een spits bij Barcelona. Ja, met, degelijke spits, hè? Ja, met Ronaldo. En dat zijn zo de jaren 95, 96, 97. Degelijke spits geweest. Dus dat is mijn voetbalkindertijd, wat toch altijd speciaal is. Ja. Ik weet niet, bij jullie zal dat iets later zijn. Maar die scoorde daar golen. Dat echt niet normaal. Je moet dat eens opzoeken op YouTube. En die zag er ook echt uit als een goddelijke Spaanse spits. Dus toch niet te onderschatten. En die heeft ook qua trainers... carrière toch bij... Salzburg en een aantal goede ploegen. Ik vind wel dat hem durft zeggen waar het op aankomt. Het is, als je met een beetje verbeeldingskracht zou het hem de Hein van Hazenbroek kunnen noemen, want hij spreekt zich toch altijd uit over dat de spelerskern nog niet voldoende is en zo. Ik apprecieer ze wel, deze zijn... Natuurlijk, het is wel zo dat hem ook wel effectief beloofd is bij zijn aanstaande dat er 3 echt meteen inzetbare versterkingen gingen komen die niet gekomen zijn. Dus ik snap wel dat je dan op die nagel blijft kloppen. Alleen, als je puur kijkt naar het punt totaal en eigenlijk ook naar het spelniveau, want ik weet dat die supportersgroepen van Leuven dat die toch wel best op handen gedragen worden als de man van de redding aanzien wordt. Maar 1, ik zie heel weinig verschil met het voetbal in het begin van het seizoen, want neem even... Het lucky goal voor een stukje toch ook wel van een Singy weg en gespeeld gewoon play-downs. 2, Breijs ontslagen bij 9 op 30. Vervolgens heb je 2 wedstrijden gehad met een Intermaris. Thuis tegen Sint-Truiden. 3-0, denk ik. Dus er komen er al 3 punten bij. En je zit geëindigd met 29. Ah. Ja, als je dat afzet, is dat maar hetzelfde puntenpercentage dan Mark Breijs gepakt heeft. Dus is zijn impact dan gigantisch groot geworden? De perceptie is wel helemaal anders. Ja, de perceptie is anders, maar inderdaad, de impact heeft hetzelfde als prijseffect. En daarmee dat ik het vroeg van hoe is de perceptie van ons of van de voetbal OHL supporter? Het moet wel zijn dat ze hem geloven, anders leg je hem niet direct vast tot 2026. Ook al is er zo,
ik was er onlangs met iemand over bezig, van gaat hij blijven of niet? Dat was wel wat twijfel over. Dat me misschien ook een beetje langs zijn kant, dat hij zoiets heeft van, kijk, ik heb hier nu de redding op mijn palmarès, want uiteindelijk heeft wel bij grotere clubs gewerkt dan bij Leuven. En ook wat, maar dat is misschien, ja, ik weet ook niet hoe dat hij zal wel Engels spreken tegen zijn groep, maar dat veranderen ze al zo met wat haren op. Het Spaans. Natuurlijk ook wel, dat maakt onbewust toch ook weer wat uit van hoe je naar een trainer kijkt. Zwaar, ik vind dat wel koddig Engels. Zo. Dat is een beetje gelijk. Maar is het iemand die bijvoorbeeld. Benitez? Als we nu spreken over komt versterking en we gaan toch eens voor die top 6 spelen of voor die middenmoot. Is het voetbal van Garcia of de trainer Garcia dan iemand die u wel voor play-off 1 gaat laten spelen? Ja, de vraag is, wat is het voetbal van Garcia? Want daar kan ik het zo nog niet direct vinger op leggen. Hij heeft veel gewisseld ook altijd. Nog nooit. Echt met dezelfde elf. Dat dit prijs ook wel. Dat ligt dan misschien toch eerder aan... Als die spelers allemaal in balans liggen, wat de kern van Leuven wel vaak zo is, dan gaat je natuurlijk toch kijken wie heeft het goed gedaan op training. Maar je moet toch eens een paar wedstrijden met dezelfde elf. Van wanneer doet je dat? Wanneer je een match gewonnen hebt? En als je dan verliest, weer direct ingrijpen. Dan moet je eigenlijk je ploeg ook eens een beetje vertrouwen laten staan. En dan krijg je misschien die misverstanden zoals Mazis een paar keer heeft. Misschien wel wat minder. Maar ik wil hem zeker het voordeel van de twijfel geven. En puur cijfermatig heeft Leuven gered. Kun je daar niks over zeggen. Maar of dat nu de grote messias is die dat hij aangevreven wordt, dat gevoel heb ik niet. Ja. We zullen zien wat het brengt volgend seizoen. Goed, tot daar de sportieve bespreking. Ik onthoud toch veel positiefs nog, ondanks het mindere seizoen. En we blijven positief. Ja, we zijn gered. Allee, het is gered, hè. Dus je daalt niet of je degradeert niet. Maar we willen een uitschieter. Volgend seizoen denk ik dat je wel nog op meer mocht hopen. Apropos, een van mijn grootste teleurstellingen in het seizoen, dat zal weinig bijgebleven zijn, maar dat was eigenlijk die kwartfinale tegen Antwerp in de beker. Omdat ik toen het gevoel had dat er meer is. Dat er echt meer is. Dat Antwerp zat toen echt in een moeilijke periode. Dat was toen Paul Gijsens in opspraak kwam en het was echt minder het voetbal. En was en de match dat Vermeer op de bank zat, dat hij naar... Juist. Dus dat kwam allemaal samen. En wij hadden een verschrikkelijke achtste finale achter de rug tegen Knokke of Blankenbergen. Ja. Mijn broer is dan daar geweest. Die heeft gezegd van dat was... De penalties was dat, denk ik. Ja, dat was met de penalties. En zelfs die penalties trokken op niks. Allee, dat was echt... Dat was hakken over de schuld. Ja, maar toen had ik... Dan heb je een loting waar dat je Oostende in de halve finale hebt. Als je nu één match vol een bak zou kunnen gaan... Het wel die finale. Hè. Ja, en dan toen was wel nog niet duidelijk dat het Oostende ging worden. Jawel. Dus toen al? Ja, dat was al de lood. Was dat tegen Genk verloren? Of gewonnen? Oostende was... Dat was die dag ervoor. Ja, tegen Genk. Ja. Ja, en dan was er gelood voor de kwartfinale en de halve finale samen. Ja, ja. Want toen zat Antwerpen zogezegd in het makkelijke spoor en de rest in het moeilijke. Maar toen had ik zoiets van, allee, dat zou misschien onze uitschieter kunnen geweest zijn. Antwerp, landskampioen, nu de bekerfinale is op zich. Ik heb die match zelf niet gezien, dus ik kan daar voor de rest ook niet veel... Ja, het was... Ik heb het ook niet meer goed herinneren, maar het gevoel dat ik daar wel een over heb gehouden, inderdaad. In die beker kan misschien nog net iets meer. En als Leuven zijn, dan moet je misschien soms daar meer op focussen, omdat je gaat niet voor kampioen spelen, maar als je een bekerfinale en je kunt daar wel en iets het, gaan forceren. Ja, en dat zorgt toch altijd voor een volksverhuis en zet je club in een positief daglicht. Kijk naar KV Mechelen. Ja. Dat jaar dat ze dan zelfs de beker wonnen. Oké, dat is nu een unicum als tweede klasser, maar... Dat was een tweede klasser die inderdaad... Maar elke ploeg, de Lanuvière, Centraal, allemaal die zo een keer die bekerfinale gespeeld hebben, dan kom je eens positief in het licht. Ja. En inderdaad, nu is dat heel moeilijk. Hè. En dat was zowel de voorbije seizoenen, had je nog zo die play-off 2 had zo'n bepaalde status, als je daarin zat bij die top 8, dat had wel iets. Ja, dat heeft deze play-off 2 niet meer. En play-off 1, daar zal er toch veel voor moeten gebeuren om daarbij te zitten. Ja, dus dat is inderdaad, zoals Thibaut zegt, de beker. De makkelijkste goed. Manier. We gaan over naar de slotrubriek en dat is de quizvraag. Elke week gaan we een OHL quizvraag doen. Die wordt ons geleverd door OHL Museum. Dat is een Twitter-account. Heel prettig Twitter-account waar de historiek van de spelers die ooit bij OHL gespeeld hebben, wordt bijgehouden. Dan zie je wat er met die spelers gebeurt. En meestal eindigen die zo in de Poolse derde klassen en zo. Maar die wordt daar, dat is wel grappig om te zien. De quizvraag van vandaag luidt als volgt. Op 16 juni van dit jaar, dus dat is over 2 maanden, begint het EK voetbal in Duitsland. En we weten intussen welke landen erbij zijn. Onze John Dager Torstensson die beet met IJsland helaas in het zand tegen Oekraïne. En dat betekent dat er behoudens een mirakel geen OHL-speler
in de huidige kern op het EK te bewonderen zal zijn. Maar er zullen wel spelers zijn met een OHL-verleden. De selecties zijn natuurlijk nog niet bekend, maar er zijn 5 spelers met OHL-bloed in hun aderen, dus die ooit voor OHL gespeeld hebben bij de eerste ploeg, die een realistische kans maken om erbij te zijn op het EK, omdat ze het voorbije half jaar voor hun nationale ploeg gespeeld hebben. Dus de vraag is, welke 5 spelers met een EK, met een OHL-verleden zullen waarschijnlijk op het EK alleszins geselecteerd zijn? De makkelijkste, denk ik. De makkelijkste, Trossard. Trossard, ja. Klopt, dat is 1. En dan vind ik de rest al direct heel moeilijk, want dan moet ik al... Ik heb al iemand... Keita? Keita? Rekenen we Keita? Ja, Keita heeft... Ja, heeft 2 maanden geleden, zijn, of 3 maanden geleden, zijn debuut gemaakt. Heeft, denk ik, een hele wedstrijd gespeeld. Maar hij is wel gespeeld. Nog zo bij die laatste twijfel. Ja. Van, hè? Dus ja. Is het nog... Ik denk niet dat hij gaat... Okay. Ik denk ook niet dat hij hem net gaat halen, maar... Het zal misschien tussen Keita en Vermeer gaan. Ja. 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 Maar die rekenen we ook bij, dus 2 al. Okay. Ja. En er zijn er 5. Er zijn er 5, ja. Dus nog... Nog 3 dan. Ja. Oh my, die gaan wel ver zitten. Dan moet ik... Er is nog 1 rode duivel. 1 rode duivel? Ja, dan moet ik al eens gaan nadenken wie dat daar... Nee, Bakayoko? Nee, die heeft niet in specifiek. Bakayoko, nee. Dan moeten we... Misschien eens beginnen bij de keepers. Daar zal het niet zijn. Nee. Of ik zie... Ik zeg niks. Hij heeft onlangs zijn debuut gemaakt voor de Rode Duivels. Kaminski? Ja, klopt. Ja. Ah, dat was toch een doelman. Ja. Ah, ja, dat was wel... Kaminski, ja, amai. Ja, ik dacht wel aan Kaminski, jonge... maar ik had die even niet bij de Rode Duivels gezeten. Ja, als heel, heel jonge gast bij OHL. Ja, ik denk in 2015 heeft hij een jaar op uitleenbasis bij OHL gespeeld. Ja. Want dat café Kaminski, is dat nu eigenlijk familie van zijn ouders of zo? Kaminski mijn Y, denk ik. Ah, oké. Okay, vroeger dacht ik altijd dat... Zullen het eens navragen. Maar Kaminski dus, die is heel, heel veel geselecteerd geweest. Hij heeft nu ook 10 minuten mogen spelen, denk ik, tegen Ierland. Dus ja. Die zal er wel bij zijn. En dan hebben we er nog 2 die bij andere landen spelen. Eentje gaat heel moeilijk worden, dus daar zal ik wat hints voor geven. Maar eentje is ook nog wel een bekend gezicht. Heeft nog niet zo lang geleden voor OHL. Ik ben nu aan het twijfelen of het vorig seizoen of het seizoen ervoor... was en kwam van een grote ploeg en speelt ook bij een, laat ons zeggen, een Europese bekende naam. Dat zou schande zijn als we dat hier nu niet gaan... Speelt nu bij een Spaanse ploeg. Een Spaanse subtopper, zal ik het noemen. Ja. Subtopper, en die kwam van een grote ploeg. Wie is er nog? Amai, Leuven. Oh, ik ben daar ook slecht in, zoiets. Hè. Ja, ik ook wel. Hij speelt samen met Jaremchuk in de ploeg nu. Bij Valencia. Bij Valencia, ja. Ik ben blij dat ik dat tegen hem. Nee, Bakka, nee. Het is een spits, hè? Nee, het is geen spits. Nee. En die kwam van een bekende. Kwam van Olympique Lyon toen die naar OHL kwam. Maar zelfs nu doet geen belletje rinkelen. Nee. Nee. Dat is triest. En het is vind je ook niet meer direct een grote ploeg. Ik vind dat toch een beetje een fout sport. Dat was 10 jaar geleden, grote ploeg. Okay, sorry, ja, dat is wel waar. Ja, oké, okay, nu moet ik alweer een andere grote worden. Ik zat echt zo te denken aan... Maar voor OHL, ja, als je van Lyon naar OHL... Oké, die staat inderdaad wel laatste. Ik dacht zo, weet ik veel, AC Milan of zo. Ik zat aan die grote orde te denken. Zo niet echt de absolute wereldtop, maar zo... Nee, sorry, het was inderdaad misleid. Oké, maar hij kwam van Lyon. Hij speelt dus nu voor Valencia. Speelt daar redelijk basis. En bij zijn nationale ploeg ook een beetje zo... Trantje van basis en bank. Ik denk dat hij zijn bied even lang gaat duren dan die podcast. Een kopbalsterke verdediger. Scoorde geregeld zo met het hoofd nog. Ja. Oh, een geheugen zegt een safe. Van Turkse nationaliteit. Oost-Turk? Nee, bijna. Ja. Ah ja, nu weet ik inderdaad wel. Die heeft er trouwens vorig seizoen nog gespeeld, denk ik. Vorig seizoen dacht ik inderdaad. Niet Oost-Turk. Ja. Ja, 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 inderdaad. En die is toen maar een half seizoen, kan dat? Maar een half seizoen ja, die was vrij snel weg, ja. Goed, ja, passen. Nee, ja, weet ik wel wie dat is, maar nu ontgaat de naam mij even. En die was wel echt, dat was echt geen verkeerde speler, een tegendeel. Maar die had ik wel eens geen duizend jaar alleen geraden. Het was Oskar Sar.
Oshkasar, Andy, als ik het juist uitspreek. Ik heb dat volgens mij anders uitgesproken, want nu doet die naam opeens geen Belgische meer. Oshkasar. Ja, was voilà, ja, dat is het. Voilà. Ik heb toch gewonnen. Inderdaad. Okay, ja, sorry. Ja, dan hebben we nog eentje. Dat gaat heel lang duren, vrees ik. Dus ik zal... Dat is deze al zo lang. De vernedering ik zal misschien het land... Allee, misschien dat jullie het land kunnen raden. Ik zal... Ja, laten we beginnen van spelers naar... Oké, druk is maar een EK, dan zijn we rapper klaar. Hij speelde in het seizoen 2021-2022. Welk seizoen? 2021-2022. 2021-2022 speelde hij bij OHL. Zijn land heeft via de playoffs het EK gehaald. Een van de laatste landen, dacht ik. Ja, het allerlaatste land dat het EK heeft gehaald. Ze wonnen met de penalties tegen Griekenland. Ja, dat is zo. En het is het minste broertje. Ik denk dat ze het laagste staan op de... Macedonië? Nee. Nee, die waren er vorige EK bij, denk ik. Het is zo inderdaad zo van die poelen... Zo in de Nations League, als je dan poel C wint, dan mogen de play-offs spelen. Ja, het is zo, ja. Ik zal maar zeggen, het is van Georgië. Het is, ja. Dat maakt niet... Jawel, toen bij mij wel een beltje rinkelen. Maar... Ja, Georgië. Er was iemand inderdaad van Georgië. Het is echt zo'n Georgische naam. Allee, als je die van Napoli zo. Is met Ishvili waarschijnlijk, maar dan. Het is Levan Shengelia. Shengelia. Ah, oei. Shengelia. Ah, nee, die zit er niet meer, inderdaad. Ja, dus die speelt nog en die viel in tegen Griekenland. Dus voilà. Okay, we gaan ons vooral op die eerste drie dat we hadden. Ja, toch 3-5. En vooral Trossard was binnen de 5 seconden. Ja, Trossard was heel snel. Ja. Keita eigenlijk ook. En dat is eigenlijk ook de grootste kans hebben. Dus finaal, op het einde van de rit, is dat misschien de enige die gaat hebben. Ik moet zeggen, bij Trossard, ik had wel nooit gedacht dat hij zo'n carrière ging maken. Ja, dat had niemand gedacht, denk ik. Maar bij OHL, ik was wel echt geweldig bij Leuven al. Op dat niveau, bij Genk heeft hij dan eigenlijk nadien ook even moeten terugvechten voor zijn plaats. Ja. Nu, dat hij bij Arsenal zou spelen, dat had het niet gedacht. Dat het de zoveelste leenspeler van Genk ging worden. Zo van, ga maar naar Nederland een beetje voetballen, ga in Frankrijk maar eens. Er is natuurlijk ook een dingetje geweest met die vroeger terug te halen naar Genk. Dat was toen een item op een bepaald moment. Bij Leuven, dat Genk die terug wou weghalen. Was toen wel een... Maar ik vond, die had natuurlijk... Je zag wel dat die kwaliteit... Ja, hoe oud was hij toen als hij bij Leuven zat? Dat was toch echt een jonge piepjongen. Ja, want dat is nu nog niet zo oud. Nee, voilà. Dat is al 20 zijn. En ik weet ook dat het niet klikte met Jacky Matthijs. Trossard. Ja, maar ja, dat lijkt me aannemelijk, ja. Matthijs is toch Leuven naar eerste klasse gebracht. Ja. Ja, dat is toch een beetje de cultfiguur van voetbal, vind ik wel, Jacky Matthijs. De godvader van Leuven zo daarin? Oké, mijn excuses voor mijn disrespect voor Jacky Matthijs. Maar ik heb zo... Die heeft zo toch het imago dat hij overal... problemen ontstaan. Ah, wel, ja, maar ik hou er wel van. Ik hou ook zo van de Mourinho's van deze... Een stoutere coach. Ja, ik herinner me bij Matthijs ooit een interview na Brugge Standaard en Brugge had verloren. Was zo... Crisisperiode. Waardoor het gelijk stond met Standaard. Anders kwamen 6 punten voor. En Stefan Lammers vroeg van, wat is uw gevoel na deze wedstrijd? Ontgoocheld? En hij zegt, nee, totaal niet. Geweldige match gespeeld. En de einde vraagt Stefan had nooit. En hij zegt, maar totaal niet? Dat was toch de eerste vraag? Op zo'n manier dat je denkt van... Een tegendeel zelf, ik ben ervan overtuigd. Na vandaag dat we zeker kampioen gaan. Dat was zo op zijn Mourinho. Het is wel zo'n beetje Mourinho-achtig. Ja. Dat zijn wel mensen die ons voetbal kleuren, net zoals, maar op een andere manier. Guido Brepels, ons voetbal toch ook... Zeker, gekleurd heeft en nu het vrouwenvoetbal nog met zijn... Absoluut. Je hebt tegen de spelers gezegd... Ja, dat is wel het gezellige Limburgs is daar ook in. Hè? Of Jan Keuleman, dat was ook nog zo... Champions League. Kunnen niet mee met Tata, zoals Hugo Broos. Nee, dat is een beetje de charme van het voetbal die er wel is uitgegaan. Het is allemaal zo heel serieus geworden en zo dat echt lachen met mensen, dat vind je al bijna niet meer. Maar... Bob Peter zie je... Ja, dan weet je dat het moeilijk wordt. Dan weet je dat het moeilijk wordt. Ja, dat is toch wel echt een ding. Nee, goed. Mannen, merci. We zijn erdoor. Was een zeer interessante babbel. Wat gaan jullie nog voor de rest van de week doen, Thibau? Er is een radioshow het einde van deze week. Je mag de naam noemen. Die gemaakt wordt op Q. Ik heb een radioshow op Q op zaterdagavond. En die wordt deze week dan wel gemonteerd. Dus, dat is niet live? Dus, die wordt wel op voorhand doorgestuurd. Ah. Misschien een bubbel dat ik voor sommigen nu Ik dacht dat radio altijd live was. Helaas.
Nee, dat is ook niet te combineren met de agenda. Dat is niet te combineren met de agenda. Zaterdagavond draaien dan. Dus jij moet daar eens dinsdagochtend zeggen van, we zullen zaterdagavond allemaal uitgaan. Dus op zaterdagavond. Maar het is vooral ook echt gewoon de mix, de muziek die wordt samengesteld en die dan aan elkaar gemixt wordt. Oké. Ja. Dus ja, die moet gemaakt worden en voorbereidingen voor het weekend. Het weekend is weer... Party time. Yes, absoluut. Waar en ook een beetje recoveren van het afgelopen weekend tot ons paasweekend. En dan zijn er heel veel feestjes en er waren er voor mij 4 op een rij. 4 op een rij? Ja, dus alleen 4 dagen op een rij. Ah. Waarvan ook... Hoeveel optredens zijn dat dan? Optredens waren er nu 5, 4 dagen. Maar optredens als in ja. Echt gaan draaien, dus ja. Echt op een festival, bedrijfsfeest, echt overal waar ik... En waar moet je deze weekend naartoe? Deze weekend is het vooral privé, denk ik. 2 privéfeesten. Oké. Dat je moet gaan draaien of gewoon? Ja, dat ik moet gaan draaien. En dan donderdag in Club Versus. Oké. Voor de studenten. Is dat nog met 1 euro per pint zoals vroeger? Dus terug opnieuw, ja. We zijn daar terug... We zijn op donderdag een beetje een nieuw concert begonnen. Ik ben vaste resident geworden op donderdag. Heel leuke discotheek om te draaien. Hè. Dus, voilà, allen naar heen voor resident DJ voilà. Voltage. Ja. Kijk eens aan. Mooi. En Glenn? Ja, mijn plannen deze week zijn echt niet zo spannend. Gewoon werk, want voor de duidelijkheid, sport is echt mijn bijberoep. Maar van het weekend moet ik wel redactie doen op de VRT. En dan kijk ik vooral uit naar zondag. Niet om te werken, maar Roubaix en Brugge en Anderlecht. Dus, en ik heb dan ook nog 2 kinderen waar ik voor moet zorgen tussendoor. Dus... En, weet mij wel wat te doen. Een tweeling, ja. Ja. En moet je dan, je zegt freelance, maar ben je dan, je moet wel elk weekend daar werken dan? Dus niet elk weekend, maar toch bijna elk weekend. Dat kan redactiedienst zijn, kan verslaggeving zijn van voetbal of koers. Dat doe ik ook nog wel eens regelmatig. Dus, maar ja, zorg wel voor afwisseling. Ik heb door de week een vrij serieuze job en dit is dan meer infotainment. Dus dat is wel een toffe mix. Mooi. Gaan wij ooit een tv-commentaar horen? Gewoon ambities? Ja, ja, wel, mensen vragen dat al eens een keer, maar ik ben op dat vlak niet echt iemand die daar super ambitieus over is. Ik heb wel in de tijd ooit tegen mezelf gezegd, ik wil ooit tenniscommentaar geven op tv. Amai. Dat is totaal anders en dat is dan ook gelukt. En dat is wel een straf verhaal, straf is dat eigenlijk niet. Maar ik zat toen nog op kot en ik mocht dan gaan proeven doen bij Eurosport, maar dat was in Amsterdam. En ik had toen echt nog een nachtritme, dus ik ging echt tegen 3-4 uur slapen. Ja, en ik zeg tegen een kameraad, ik moet naar Amsterdam morgen. Ik ga nog 1 pint drinken en dan ga ik slapen. En 1 pint werd 2 en 3 en 4. En uiteindelijk was ik al half zat en dan zeg ik, ik ga me toch even neerleggen. Ik heb me een half uur neergelegd en dan ben ik opgestaan als ik normaal zo opsta met ontbijt, cornflakes en zo verder. En dan ben ik echt half zat, echt onverantwoord. Naar Amsterdam moeten rijden. Maar ik was wel aangenomen en ik mocht commentaar geven. Weliswaar dus dat was echt een keigoede auditie dan? Ja, dat was echt wel best oké. Maar ik ben wel met het terugkeren moeten pauzeren, want ik was echt wel moe toen. Yes, snap. Okay. Dus als je ooit sportcommentator wilt worden... Drink gewoon uw wat moeten. Het komt helemaal goed. Ja? Maar ik vind dat jullie zelf iets samen moeten beginnen. Zo. Ik kan vroeger ook altijd wel voetbalcommentator worden. Is er niets van gekomen. Ik heb journalistiek ook gestudeerd, ik denk. Ja, al bij journalistiek gestudeerd. Is er nooit van gekomen, een andere carrièrewending, maar ik heb gezegd, als ik op DJ-pensioen ga, dan probeer ik de sport in te gaan. Oh, voilà. Dus, maar nu toch een beetje in de podcast. Voilà, de eerste test zal nu geweest zijn. Hè? Voilà. Mannen, het was zeer aangenaam. Wij zijn er terug volgende week. Tot dan. Bye.